En wie vraagt er iets aan? Ik stel een vraag aan elke valsloos. Is er wat? Merci. Merci, ja. Aan de vice-eerste minister, minister van Sociale Zaken, mevrouw Onkelings. Mevrouw Sleurs, als u een vraag wilt stellen. Goedemiddag, geachte voorzitter, geachte minister. Designerdrugs zijn in laboratoria gefabriceerde producten die na inname dezelfde hallucinerende of opheffende werking hebben als illegale drugs. Meer dan een jaar geleden, in april 2010, werd melding gemaakt van een eerste zo'n drug, mefedrone. Het betreft een product met soortgelijke effecten als cocaïne. Toch stond de federale overheid in eerste instantie machteloos. De wet kwalificeerde mefedrone niet als een illegale drug, waardoor men nog de verkoper, nog de koper, nog de verdeler strafbaar kon stellen. De lacune in de wet leidde tot een zeer acute situatie. De drug werd immers vanuit laboratoria in Antwerpen naar andere landen uitgevoerd. Twee maanden later, juni 2010, werd hieraan taal en perk gesteld door de drug toe te voegen aan de lijst met verboden producten. Hierbij wordt enkel het chemisch product buiten de wet gesteld. Echter met subtiele aanpassingen aan het chemisch proces of de basisstoffen kan men nieuwe varianten met dezelfde effecten als de aan de lijst toegevoegde illegale drug legaal blijven verkopen. Geconfronteerd met zulke varianten besloot de regering onlangs om deze lijst uit te breiden met 16 nieuwe producten. Toch zal ook deze lijst opnieuw achter de feiten aanhollen en zal ze binnenkort alweer moeten worden uitgebreid. In de Europese Unie werden er in 2010 melding gemaakt van 41 aanvullende varianten. Er is dus geen structurele oplossing voor het probleem gevonden. Vorig jaar al sloegen ambtenaren van de Volksgezondheid de nagel op de kop en stelde de effectiviteit van zulke positieve lijst met verboden producten in vraag. Hij vond dat het nodig is om, ik citeer, de chemische formule buiten de wet te stellen, drugsfabrikanten zijn inventief en omzeilen dat door een molecuul toe te voegen aan of weg te nemen van de samenstelling. Zo dreigen er nog gevaarlijkere producten op de markt te komen. De visie van u, mevrouw de minister, is bekend. U bent voorstander van een systeem waarbij een groep stoffen wordt verboden, in plaats van het huidige systeem waarbij elke individuele stof vermeld moet worden.
Deze oplossing is mijn inziens niet zaligmakend, omdat ook de reguliere chemische industrie gebruik maakt van deze stoffen. Een andere mogelijke piste is om de productie, het gebruik en de verkoop van drugs te verbieden in functie van de effecten die ze creëren. Hoewel de scheidingslijn tussen drugs en geneesmiddelen niet altijd eenvoudig te maken is, moet men het buiten de apotheek verkrijgen van producten die soortgelijke effecten als bepaalde drugs hebben, penaliseren. Een laboratorium dat niet over een erkenning beschikt om middelen te produceren met bijvoorbeeld een hallucinogeen of sterk opheffende effect, wordt zo eveneens buiten de wet gesteld. Geachte minister, graag had ik dus een antwoord op de volgende vraag. Bent u van mening dat de piste waarbij de illegaliteit van een drug wordt bepaald a rato van de exact beschreven meetbare gevolgen per hoeveelheid inhamen van de actieve substantie het legaliteitsbeginsel zal respecteren? En bent u van mening dat deze piste een efficiëntere oplossing is dan het eindeloos toevoegen van producten aan de lijst van verboden middelen? Ik dank u. Mevrouw de minister. Ja, bedankt. Legalize die kruidens, mengsels en designerdrugs, biodrugs, omvatten, vormen sinds een aantal jaren een ernstig probleem. Ze zijn meer en meer via het internet verkrijgbaar en kunnen ernstig schade aan de volksgezondheid veroorzaken, vooral de groep van de fenylethylaminen, die door chemische wijzigingen in schadelijke amfetaminen worden omgezet. Alleen al in 2010 werden 40 nieuwe psychoactieve substanties op de markt ontdekt, waaronder 20 fenylethylaminen. De criteria om dit soort substanties te reguleren moeten een risicoanalyse, sociale impact en criminele aspecten omvatten. Voor elke substantie moet men deze analyse overdoen. De overheid moet deze producten zo vlug mogelijk reguleren. De vraag om een generieke aanpak te realiseren wordt dus van langzaam pertinenter. Het voorstel om de regelgeving voor sommige moleculenklassen zoals fenylethylamine te laten afhangen van een dosis-effectverhouding voor elke substantie, is niet in strijd met het legaliteitsbeginsel, maar het dreigt de zaken te vertragen. Het risico bestaat dat men dan voor elke substantie alle mogelijke effecten voor alle mogelijke dosissen moet bepalen. Dit is praktisch onmogelijk en bovendien bestaat dan het gevaar dat men bepaalde dosissen niet meer als gevaarlijk zal beschouwen. Sommige landen hebben een generieke aanpak van legalize en designer drugs. Een juridisch onderzoek kan uitwijzen of we deze principes in onze wetgeving kunnen vertalen. De algemene celdrugsbeleid heeft een expertengroep opgericht die een gemeenschappelijke strategie moet ontwikkelen. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer justitie, volksgezondheid, binnenlandse zaken, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid. Een volgende vergadering van de cel is gepland voor begin oktober. Een efficiënte reactie op dit fenomeen is volgens mij preventie en gezondheidspromotie, waarbij men zich op het gedrag richt en minder op de individuele stoffen. Tot slot, en gelet op het internationale karakter van dit fenomeen, is een Europese aanpak van de problematiek noodzakelijk. Het programma van het Poolse voorzitterschap van de Europese Unie heeft dit vraagstuk trouwens overgenomen. Ik zal de ontwikkelingen ter zake dus van heel nabij volgen. Dank u wel, mevrouw Sleurs.
Ik dank de minister voor haar uitgebreide antwoord. Ik versta inderdaad dat het misschien risicovol is om 11 effect te bepalen, maar ik zou er toch willen op aandringen dat misschien inderdaad de cel die er zich specifiek zal mee bezighouden, toch deze optie zeker en vast bekijkt, want ik denk dat we het anders toch achterna gaan blijven hollen. En ik ben dus zeer benieuwd naar de resultaten van de specifieke cel die opgericht is. En dat we daar een internationaal karakter moeten bij aanvaarden, is denk ik staat buiten kijf. Ik dank u. Dank u wel. La parole est à madame Cécile Thibault pour une question au ministre de l'Entreprise et de la Simplification administrative. Merci, monsieur le président. Donc, monsieur, ma question concerne la géolocalisation des appels d'urgence au numéro 112. Donc, monsieur le ministre, selon une récente enquête Eurobaromètre, seul un Européen sur quatre peut citer le 112 comme numéro d'appel d'urgence informé à l'étranger. Un constat qui a poussé le Parlement européen à réclamer mardi dernier davantage d'efforts pour faire connaître ce numéro auprès du grand public. Le Parlement européen a également demandé à la Commission de faire en sorte que tous les appels au 112 puissent être automatiquement localisés afin d'en augmenter l'efficacité des secours. Nous savons aujourd'hui que l'automatisation de l'identification de l'appelant est possible pour les lignes fixes de Belgacom, mais pas encore pour les appels GSM, qui représentent 50% des appels d'urgence dans notre pays. La géolocalisation des appels GSM n'est en effet pas encore possible pour tous les opérateurs pour le service 112, alors que dans ce cas, c'est légalement obligatoire. Tout en sachant que nous devrons attendre le prochain gouvernement pour pouvoir légiférer sur la question, pourriez-vous, monsieur le ministre, m'informer du bilan technique et juridique des difficultés que vous rencontrez dans la généralisation de la géolocalisation des appels? Et estimez-vous par ailleurs opportun de demander l'avis de la commission de respect de la vie privée à ce propos? Je remercie monsieur le ministre pour vos réponses. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, afin de dissiper tout malentendu, il est important de souligner que les opérateurs mobiles belges assurent la géolocalisation des appels d'urgence mobile depuis leur entrée sur le marché. Toutefois, il convenait d'automatiser cette géolocalisation. C'est ce que nous avons prévu par une modification de la loi Télécom en 2009. À l'heure actuelle, les services d'urgence qui offrent de l'assistance sur place, à savoir le service médical d'urgence, les services d'incendie, les services de police et la protection civile, ainsi que Astrid et les opérateurs mobiles, collaborent au projet qui vise à implémenter techniquement cette automatisation de telle sorte que les services d'urgence puissent intervenir plus rapidement et plus efficacement. Les tests sont achevés depuis le mois de juin 2011 et le projet sera implémenté dans tous les centres 112 d'ici à la fin de l'année. En outre, nous travaillons déjà à la prochaine étape qui consiste pour les sourds et les malentendants, à pouvoir joindre les services d'urgence par SMS. Une proposition de loi a été votée en ce sens ce mardi 5 juillet au sein de la commission d'infrastructure de la Chambre. Là aussi, une phase d'implémentation technique est prévue. Et trois, en dernière modification en cette matière, les directives européennes télécom de 2009 requiert que tout numéro fixe ou mobile puisse joindre les services d'urgence. Cette obligation est inscrite dans le projet de loi de transposition qui a été approuvé par le Conseil des ministres le 1er juillet 2011. Et ce projet sera soumis au Parlement après l'été. On a encore discuté à la Commission de l'économie et de finances au Sénat hier. Donc j'espère ainsi avoir pu vous rassurer. Madame Thibault. Merci, monsieur le ministre. Donc, effectivement, la période de test est terminée. Et donc, j'espère que l'automatisation, vous ne rencontrez aucune difficulté technique et que cette automatisation sera réelle à la rentrée, alors. Het woord is aan nu aan mevrouw Cindy Fransen met een vraag aan staatssecretaris Wattelet.
Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de staatssecretaris, de wet van 19 maart 2010 tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdrage voor hun kinderen heeft als belangrijkste doelstelling de berekening van alimentatie voor kinderen te objectiveren. Op deze wijze draagt de wet bij aan het verhelpen van de problematiek van de onbetaalde onderhoudsschulden die soms als niet rechtvaardig worden aangevoeld. De artikel 15 van deze wet voorziet in de oprichting van een commissie voor onderhoudsbijdragen die aanbevelingen moeten opstellen met betrekking tot de kosten voor het levensonderhoud van de kinderen. Deze aanbevelingen zijn noodzakelijk en dringend voor de rechtspraktijk. De rechter moet immers met bijzondere reden motiveren waarom hij van deze aanbevelingen afwijkt in een concrete zaak. De oprichting van deze commissie is een belangrijke stap voor het bereiken van de doelstellingen van de wet. En de wet werd met een overweldigende meerderheid goedgekeurd in Kamer en Senaat vooraleer de regering viel. Ondertussen zijn we een jaar en 4 maanden later. Het feit dat de wet pas op 1 augustus 2010 in werking trad, lijkt mij geen reden te zijn om de wet niet uit te voeren. Meneer de staatssecretaris, u was zelf een van de indieners van het wetsvoorstel dat aanleiding gaf tot deze wet. Daarom weet ik dat de problematiek u ook na aan het hart ligt. En ik doe dan ook een uitdrukkelijke oproep om zo snel mogelijk werk te maken van de oprichting van de Commissie voor Onderhoudsbijdragen. Vandaar mijn vraag aan de staatssecretaris of u bereid bent om op korte termijn een ontwerp van KB aan de ministerraad voor te leggen en zo snel mogelijk werk te maken van de Commissie voor Onderhoudsbijdragen en deze te laten starten. Tot zover mijn vraag. Meneer de secretaris d'État. Ja, mevrouw Fransen, dus ik acht het op vandaag nuttig en noodzakelijk om de commissie voor onderhoudsbijdragen zoals voorzien in artikel 13, 22, paragraaf 1, eerste lid gerechtelijk wetboek te installeren, om haar de bijwet toegewezen taken op zich te nemen. Ik zal dit binnen de schoot van de federale regering verdedigen, hoewel lopende zaken mij tot voorzichtigheid noopt wat betreft de procedure. De wet van de 19 maart 2010 is in werking getreden op de 1 augustus 2010, terwijl de regering al in een periode van lopende zaken was. Voor de goedkeuring van het KB tot de inrichting van de Commissie voor Onderhoudsbijdrage is overigens overleg nodig met de gemeenschappen, maar helaas zijn zowel de contacten tussen het federaal en het gemeenschapsniveau als de interministeriële conferentie opgeschorst. Ondanks de lopende zaken moeten wij ons inderdaad buigen over de wettelijke samenstelling van de commissie. Merci, monsieur. Mevrouw Fransen. Well, ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord. U zegt van inderdaad lopende zaken noopt u tot voorzichtigheid, maar men kan ook zaken voorzichtig doen om toch bepaalde dingen er te kunnen doordrukken. Die commissie is heel belangrijk, zeker ook voor de mensen die moeten wachten op hun onderhoudsbijdragen. Dank u wel. Dan komen we nu tot de helft van de vragen die gericht zijn aan de minister van Justitie. La première question est de madame Fatia Saidi. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues. Monsieur le ministre, dans quelques jours, nous fêterons le 30e anniversaire de la loi du 30 juillet 1981, tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, loi dite loi Moreau, élaborée par le même homme à l'époque ministre de la Justice. Cette loi tend à réprimer certains actes inspirés par le racisme, la xénophobie, la discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe, en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine ou de sa nationalité. Elle a été par la suite enrichie par d'autres textes légaux qui interdisent la discrimination et instaurent des dispositions pénales, notamment contre ceux qui incitent à la discrimination en fonction de l'âge, de l'orientation sexuelle, d'un handicap ou autre. Je profite, Monsieur le Ministre, de l'opportunité de cette date anniversaire pour m'enquérir de l'état d'avancement de la transposition de la décision cadre du Conseil de l'Europe du 28 novembre 2008 relative à la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. D'après mes informations, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour transposer dans leur droit national les obligations découlant de cette décision cadre
au plus tard pour le 28 novembre 2010. Par ailleurs, une vérification de ces mesures par le Conseil de l'Europe était quant à elle prévue pour le 28 novembre 2013 au plus tard. Dès lors, Monsieur le Ministre, je souhaiterais savoir aujourd'hui où en est l'état d'avancement de cette transposition et je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci. Chers collègues, le 28 novembre 2008 est entrée en vigueur la décision cadre du Conseil de l'Union européenne sur la lutte contre certaines formes de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. Plusieurs dispositions de cette décision cadre définissent les comportements relevant du racisme et de la xénophobie qui doivent être érigés en infraction dans le droit pénal des 27 États membres de l'Union européenne. Et vous les connaissez ou vous avez le texte parmi les comportements donner lieu à une répression pénale figure la négation, banalisation grossière publique du crime de génocide, crime contre l'humanité, etc. Je vous donne l'intégralité du texte tout à l'heure. Il y a aussi l'apologie de la négation ou la banalisation grossière publique de crime définie à l'article 6 de la charte du tribunal militaire international annexé, etc. Cette décision cadre permet en outre à tout État membre de faire une déclaration par laquelle il choisit de restreindre le champ d'application de ces infractions aux crimes établis par une décision définitive rendue par une juridiction nationale de cet État et ou une juridiction internationale ou par une décision définitive rendue par une juridiction internationale seulement. Conformément à l'article 10 de la décision cadre, les États membres de l'Union européenne sont tenus de prendre les mesures nécessaires, comme vous l'avez dit, je crois, pour se conformer aux dispositions de la décision cadre au plus tard le 28 novembre 2010. Afin de transposer la décision cadre en droit belge, il convient de vérifier si les éléments infractionnels définis dans les différents articles sont couverts par la législation belge existante. Nous avons bien sûr plusieurs éléments de plusieurs articles qui existent. Et dans la négative, il conviendra d'y apporter les modifications nécessaires. En plus, le protocole du 28 janvier 2003, additionnel à la Convention européenne sur la cybercriminalité, oblige les États à incriminer la diffusion publique par un système informatique. Il y a aussi un texte là-dessus, mais donc je ne vais pas le citer intégralement, je vous donne le texte. En d'autres termes, le protocole de 2003 oblige les États à incriminer deux types de faits, l'approbation ou l'apologie de faits constitutifs de crimes, de génocide ou de crimes contre l'humanité, et la diffusion d'informations minimisant ou niant grossièrement des faits constitutifs de crimes de génocide ou de crimes contre l'humanité. Un projet de loi déposé par le gouvernement le 12 juillet 2004 à la Chambre proposait d'amender la loi de 1995 de manière à la rendre conforme à l'article 6. Ce projet de loi a ensuite été lui-même amendé en commission de la justice de la Chambre afin d'en étendre la portée. La loi couvrirait les génocides et crimes contre l'humanité constatés non seulement par une juridiction internationale reconnue par la Belgique, mais aussi ceux constatés par une juridiction reconnue par le Conseil de sécurité pour l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que ceux constatés par un tribunal interne d'un État membre de l'Union européenne. Le projet de loi, qui va donc au-delà de ce qui est requis par le protocole, a été transmis au Sénat. Ensuite, a été transmis cette problématique. Cette problématique a été transmise à son groupe de travail législation, qui a décidé de reprendre l'ensemble de la réflexion depuis le début, en procédant à l'audition des représentants d'associations qui s'étaient impliqués dans la question, ainsi que des experts représentant divers champs de sciences humaines, le droit, criminologie, sociologie, philosophie, histoire, analyse des médias, etc. Au vu de ce qui précède, et conformément à l'obligation pour la Belgique de transposer en droit interne non seulement les dispositions du protocole de 2003, mais aussi de la décision cadre précitée relative à la répression pénale du négationnisme, le groupe de travail législation de ces instances considérait qu'il convient de renforcer en effet la législation existante pour combattre le négationnisme. Dès le premier IKV, il est devenu clair qu'on ne pouvait pas se consentir au sein du gouvernement démissionnaire quant à la portée à donner à la transposition. Et donc à ce moment-là, vu que nous sommes en effet obligés, selon tous les groupes de travail, tous les spécialistes, en conclusion, qu'on doit faire un effort supplémentaire pour transmettre tout ça,
La décision a été prise de préparer, de continuer à préparer, mais de ne pas traiter en affaires courantes. Donc, le prochain gouvernement doit se prononcer à ce sujet. Pour la transposition, il se faut un consensus politique quant à la portée. Et donc, c'est un débat très délicat qui n'a pas été finalisé au sein de ce gouvernement. Madame Saïdi. Bien, je remercie Monsieur le ministre pour l'ensemble de ces questions, de ces réponses, pardon, qui ont bien complété les informations dont je disposais. Avec un très bon historique par ailleurs, et oserais-je demander à un gouvernement pour compléter le travail qui a été fait. Merci. La parole est à Madame Christine Defray. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Voilà, je voulais vous entretenir du rapport sur les frais de justice en matière pénale publié par la Commission de modernisation de l'ordre du judiciaire, pardon, qui fait état de 107 millions d'euros, à quoi il faut ajouter 16 millions de factures non encore honorées pour des frais de téléphonie. Alors, tout à l'heure, nous avons le débat sur la loi Salle 12, on évalue le coût de celle-ci à quelque 30 millions d'euros d'assistance judiciaire. La question que je voulais vous poser, c'est à la fois, bien sûr, les causes de l'explosion de ces frais, mais aussi sur les remèdes que vous comptez y apporter. Parce que la commission de modernisation a pointé évidemment le fait que cette explosion de frais provient d'une internationalisation de la criminalité, une évolution aussi des techniques scientifiques comme par exemple les tests ADN, mais aussi, épingle-t-elle, des lacunes administratives et une gestion parfois au jour le jour sans vision globale des frais. Alors, elle cite par exemple le cas des recommandés qui sont mis à charge de la justice par les huissiers de justice qui sont facturés sans tarification. Cette tarification devrait être prévue par un arrêté royal qui, semble-t-il, n'a jamais vu le jour. Elle épingle aussi le fait qu'il n'y a pas ou peu de dialogue entre le monde judiciaire et le monde scientifique en matière d'expertise. C'est vrai que dans ce domaine-là, on a parfois l'impression que la communication est difficile. Donc, lacune administrative, manque de contrôle de ces frais qui partent un peu dans tous les sens. Si cette commission a placé beaucoup d'espoir dans le projet FEDCOM qui modernisera et uniformisera la comptabilité des frais de justice, les questions et les interrogations demeurent néanmoins. Alors, comment, en fait, allez-vous procéder pour essayer de contenir ces dépenses? Est-ce que vous allez prendre en compte les pistes qui sont lancées par la commission de modernisation? Elle a par exemple fait une suggestion en matière de commission rogatoire, en disant, mais pourquoi ne se limite-t-on pas à la traduction du résumé du dossier et pas à la traduction de la totalité du dossier, parce que c'est là aussi que des coûts inattendus peuvent intervenir. Alors, le problème est aussi posé du paiement des honoraires des experts. Lorsqu'on sait que les avocats crient aux portes du palais de justice pour obtenir le paiement d'une aide judiciaire décente, comment concilier les uns et les autres? Vous nous avez dit aussi, enfin je l'ai lu, que vous alliez négocier avec les opérateurs de téléphonie pour essayer d'obtenir 30% de diminution de ces frais de poste. Alors, comment essayer d'additionner ces soustractions et d'obtenir des diminutions à la fois sur la téléphonie, il y a tous les frais d'Internet, les conservations de données, les frais d'enlèvement, de gardiennage aussi de véhicules. Tout ça est évidemment problématique. Le ministre.
Monsieur le Président, Madame la Présidente, je vais vous écrire une lettre. Parce que, comme dans le cas des lettres que j'écris au Parlement, j'ai préparé toute une lettre avec un exposé sur les frais de justice, y compris avec un projet de un texte qui pourrait nous servir à mieux gérer la problématique des frais de justice. Donc la problématique est connue, vous l'avez évoquée, et donc je suis tout à fait d'accord sur le fait que les frais de justice montent et continuent à monter, et je crains vont continuer à monter parce que la justice est devenue beaucoup plus technique, technologique, beaucoup plus que dans le passé, et donc c'est aussi disons un avantage pour la justice, ça nous rend une efficacité qu'on ne connaissait pas dans le temps. En même temps, nous avons aussi des devoirs beaucoup plus européens, internationaux, donc une coopération qui implique toujours des frais de toutes sortes, donc dans le cadre de cette coopération et de la criminalité internationale ou transfrontalière. En plus, nous vivons dans une société complexe, de plus en plus juridisée, et donc je crains que les frais de justice vont continuer à monter. Pour le passé, nous avons eu des problèmes de budget, des problèmes de paiement. J'ai essayé de trouver des solutions l'année passée. Donc nous avons changé notre budget au maximum pour payer des arriérés. Il y a un certain moment, il y avait une arriérée de 25 millions. Nous avons trouvé des moyens supplémentaires l'année passée pour essayer de répondre à toutes ces demandes. Et pour cette année-ci, il y a un budget d'environ 100 millions d'euros pour la totalité de ces frais. Donc c'est une obligation globale, totale, et tout le monde devra coopérer, parce que tout le monde est engagé, le ministère public dans tout ce qu'ils font, les juges d'instruction, les magistrats, l'administration. Je crois que nous avons une obligation collective à mieux gérer. Il y a plusieurs éléments qui sont d'ordre pratique, par exemple la comptabilité, la manière de suivre toutes les factures, le contrôle des prestations, c'est évident, matière à suivre, et donc avant la fin de l'année, nous aurons un nouveau système de comptabilité, de suivi, qui va, je crois, nous aider à mieux détecter les problèmes, suivre les paiements. C'est un premier problème. Deuxième problème que je mets un peu de côté aussi, c'est la problématique des experts. C'est aussi les experts des affaires civiles, commerciales, mais la globalité de la problématique des experts, la qualité, les listes qui doivent être faites, le contrôle des experts, les frais de l'expertise, ça aussi c'est une problématique qui est assez importante et qui fait qu'il y a beaucoup de retard dans la justice dans sa globalité. Ceci dit, nous avons quand même quelques grands chantiers à suivre. Hier, j'ai été très heureux parce que dans la commission justice de la Chambre, nous avons voté un projet de loi sur l'ADN, un projet qui est technique, qui n'est pas politique, mais qui est technique et qui nous permet de mieux gérer la problématique de l'ADN. C'est les procédures à suivre, c'est la manière de mettre tout ça dans une seule banque de données, c'est la manière de consulter le marché pour avoir des prix beaucoup moins importants qu'aujourd'hui. Nous constatons que, par exemple, en Angleterre, il y a des prix d'environ 90 euros pour une prestation, là où ça coûte chez nous, en Belgique, parfois presque 300 euros. Donc il y a des décalages énormes entre les prix dans les différents pays. Ça dépend, bien sûr, de la quantité, de la automatisation, plein de choses, et donc avec la nouvelle loi, nous aurons la possibilité de mieux gérer la totalité des expertises des demandes ADN. C'est un projet qui a été voté hier en commission, j'espère que ce sera voté à la Chambre avant les vacances, et j'espère que ce ne sera pas évoqué dans les soucis dits, entre guillemets. Pour aller vite dans cette matière-là. Un autre exemple que je vous donne, c'est un arrêté royal que nous avons préparé sur les frais pour les opérateurs. Et donc nous avons diminué de 30% les frais, les coûts pour la consultation en ce qui concerne la consultation pour les opérateurs GSM et télécommunications. Donc tout ça, c'est déjà décidé, donc on va suivre, bien sûr, cette problématique afin de diminuer au maximum cette partie-là. Donc, conclusion, responsabilité collective, on doit avancer, on doit savoir que les prestations techniques seront très importantes, il faut diminuer la pression sur le budget par une adaptation d'un nombre de tarifs excessifs, nous devons créer un cadre réglementaire, nous devons généraliser la soumission des prestataires à des exigences de qualité,
Nous devons élargir les moyens de contrôle. Il faut un contrôle approfondi du cadre réglementaire qui génère les frais de justice. Il faut aussi une sensibilisation et une responsabilisation des autorités judiciaires. Et là, je réfère aussi à la réforme du paysage judiciaire dans laquelle on avait suggéré de créer des entités beaucoup plus responsabilisées et de prévoir la possibilité de donner des enveloppes à des arrondissements pour gérer les frais, de sorte qu'ils soient plus conscients. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'ont pas les moyens, mais pour être plus conscient du fait que c'est limité et que ce n'est pas illimité de faire appel à des procédures et des demandes supplémentaires. Tout ça, c'est un travail de longue haleine pour un futur gouvernement qui sera là très prochainement. Et je vais continuer et en conclusion, donc je vais reprendre tous ces arguments, tous ces éléments dans ma lettre que vous allez recevoir un de ces jours. D'accord, madame. Et voilà, monsieur le ministre, je guette le facteur qui va m'apporter donc, votre lettre pleine de bonnes intentions. Et vous avez relevé un certain nombre d'éléments. Effectivement, la responsabilisation des acteurs, entre guillemets, de justice et leur gestion propre. Vous avez parlé de vérification comptable. Et la question que je me pose pour un futur débat, c'est de savoir s'il ne faudrait pas avoir vraiment un audit précis. Parce que lorsque je vois des explosions de frais de téléphonie, problème qui n'est pas neuf, ou des frais d'huissier qui sont quand même surmultipliés et avec la difficulté de tarification que j'ai évoquée, je me demande si, plutôt qu'un suivi comptable, il ne faudrait pas avoir une véritable analyse auditée des départements. Alors, autre élément, et ça je pense que c'est une piste d'espoir, c'est qu'on a toujours coutume de dire que le droit court après les progrès scientifiques, mais ici c'est l'administration judiciaire qui court après les progrès scientifiques, parce que c'est probable qu'on a peut-être appliqué des techniques un peu dans le désordre et que là il y a peut-être une rationalisation et une méthode de travail, notamment par rapport aux tests ADN, l'utilisation qui en a été faite dans un certain nombre de procédures pénales étant peut-être un peu empirique ou tâtonnant. Donc là je pense qu'il y a une rationalisation à avoir aussi. Nou, dan komen we nu tot twee verwante vragen. Eén van mevrouw Anke van der Meers en één van mevrouw Inge Faas. Die gezamenlijk zullen beantwoord worden door de minister. Mevrouw van der Meers heeft het woord. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, dat het systeem voor elektronische enkelbanden geen wondermiddel is om de straffeloosheid tegen te gaan, dat weten we al. Hè. Nu, de lange wachttijden en de erg omslachtige maatschappelijke enquête maken het instrument minder efficiënt dan dat men eerst dacht. In Antwerpen bijvoorbeeld, waar ik woon, lopen de wachttijden tot 6 maanden, waardoor er meer dan 500 veroordeelden op een wachtlijst staan. En intussen kunnen die mensen natuurlijk beschikken in afwachting van de behandeling en de omslachtige behandeling van hun dossier. Nu, u heeft aangekondigd om aan deze vorm van straffeloosheid op korte termijn iets te doen. Dat vind ik heel goed. U zou het systeem vereenvoudigen van het elektronisch toezicht door zogenaamde thuisdetentie in te voeren. Nu, het systeem heeft grote gelijkenissen met de aanpak via elektronische enkelband, maar met dat verschil dat er eigenlijk weinig hoogtechnologische hardware nodig is en ook de justitieassistenten moet hiervoor geen omslachtige maatschappelijke enquête meer voorleggen. Nu, deze huisdetentie zou vooral worden toegepast voor zogeheten kleinere misdrijven, waardoor een gevangenisstraf tot 8 maanden wordt uitgesproken. Nu, meneer de minister, u gaf al te kennen dat de termijn van huisdetentie of thuisdetentie niet even lang zal zijn als de effectieve gevangenisstraf. En daar had ik dan toch wel een paar vragen bij. Wanneer zal u ten eerste het systeem concretiseren? Ten tweede, kan u duidelijker zijn over wat betreft de termijn van thuisdetentie in verhouding dan tot de uitgesproken effectieve gevangenisstraf? En tenslotte betekent dit dan dat bijvoorbeeld een effectieve gevangenisstraf van 1 maand sowieso zal leiden tot een nieuw systeem van thuisdetentie, dat men ook die 1 maand gevangenisstraf waar men effectief tot veroordeeld is, ook effectief in het systeem van thuisdetentie zal moeten doorbrengen. Dank u wel, mevrouw Faas. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de minister. Inderdaad worden momenteel straffen onder de 6 maanden niet uitgevoerd, behalve als de veroordeelde ook nog een reeks andere straffen moet uitzitten. Onder de 6 maanden blijft men relatief straffeloos.
Nu, om een einde te maken aan deze straffeloosheid, stelde u deze week in de media voor om een elektronisch toezicht light in te voeren voor mensen die veroordeeld zijn tot maximaal 8 maanden huisarrest. Concreet zal in deze personen hun huis een box worden geplaatst waarop ze kunnen worden gebeld. Als dat gebeurt, herkent het toestel de stem van de veroordeelde. En als hij niet opneemt, is hij natuurlijk onwettig afwezig. De betrokkenen zal zijn woning niet mogen verlaten, behalve om te gaan werken of een opleiding te volgen. Dat deze vorm van huisarrest veel voordelen heeft, is duidelijk. Er zou een einde komen aan de straffeloosheid en de detentie kan sneller volgen op de straf. Maar ik heb toch volgende vraag, en dat is namelijk: waarom verkies u de termijn van 8 maanden en op welke criteria heeft u zich daarvoor gebaseerd? Dank u. Meneer de minister, u hebt het woord. Dank u, voorzitter, collega's. De straffen, gevangenisstraffen, effectieve gevangenisstraffen tot 6 maanden worden vandaag de dag nauwelijks uitgevoerd en dus moet daar, en dat is zo sinds het begin van de jaren 90, daar moet daar een antwoord op komen en ik wil daar zeker ook een gevolg aan geven. Elke sanctie moet zijn gevolg kennen en dus moeten we een middel vinden om die sancties op een realistische manier aan te pakken, maar toch zo dat iedereen voelt dat op een redelijke termijn na een definitieve uitspraak wel degelijk een sanctie wordt opgelegd. En dat die sanctie wordt gecontroleerd en dat bij niet te respecteren van die sanctie er desgevallend andere maatregelen kunnen worden opgelegd. Dat is de reden waarom ik de mogelijkheden heb onderzocht om een variant van het elektronisch toezicht verder te gebruiken in het kader van de strijd tegen de straffeloosheid. Hiervoor moet het huidige model van elektronisch toezicht worden aangevuld, volgens mij, met een vereenvoudigde vorm die kan toegepast worden voor de kortere straffen. Ik noem dat inderdaad thuisdetentie. Het is dus voor een definitieve veroordeling. Het is niet een arrest onder de vorm van een administratieve maatregel of een afwachting van. Het is een detentie. Het is een uitgesproken definitieve straf die wordt uitgevoerd. Meer dan 10 jaar na de invoering van het elektronisch toezicht in België is de techniek ook in die mate geëvolueerd dat vereenvoudigde toepassingen mogelijk zijn. De techniek van de spraakherkenning is hier een mooi voorbeeld van. Zowel de installatie als de technische controle gebeurt op een relatief eenvoudige en terzelfde tijd veilige manier. Ook de begeleiding kan tijdens deze periode zeer beperkt blijven, precies omwille van een kortere duur waar tijdens de welke het wordt opgelegd. Dergelijk vereenvoudigde toepassing mag geen afbreuk doen aan het model van het elektronisch toezicht dat tot op heden werd uitgebouwd. In dit model wordt een evenwicht nagestreefd tussen controle en begeleiding in het huidige systeem, op basis van individuele voorwaarden. Dat model heeft daarnet bewezen, maar is pas efficiënt als de periode van ondertoezichtstelling ook voldoende lang is, dat men echt iemand kan volgen. En dat dus het justitiehuis de mogelijkheid geeft om een systeem te bestuderen, goed te keuren, te installeren en ook op te volgen. Dat vraagt dus een tijd en daarvoor heb je dus een selectie nodig van de langere dossiers om dit systeem vol te houden. En ik denk dus dat wij bij kortere straffen tot een vereenvoudigde vorm moeten kunnen komen. Vandaar dat thuisdetentie een aanvulling is op het bestaande systeem, geen vervanging ervan. Het komt er nu op aan te definiëren wat korte straffen zijn. Ik heb hiervoor een onderscheid gemaakt tussen de straffen van 8 maanden of minder en straffen van meer dan 8 maanden tot 3 jaar. U weet dat vanaf 3 jaar natuurlijk de strafuitvoeringsrechtbank en zo verantwoordelijk is. Het is dus dit onderscheid dat ik heb gemaakt. Ik heb mij gebaseerd op de huidige regels van de voorlopige invrijheidstelling opgenomen in de ministeriële omzendbrief van 17 januari 2005. Zoals geweten wordt de voorlopige vrijheidstelling toegepast zodra een bepaald gedeelte van de straf is uitgezeten. En dit principe wordt ook toegepast op de straffen die worden uitgezeten in de vorm van een elektronisch toezicht. In de praktijk betekent dit dus dat de effectieve straf slechts uitzonderlijk volledig wordt uitgevoerd, maar dat de veroordeelde na een wel bepaalde periode in voorlopige vrijheid wordt gesteld. In die zin is vandaag de dag de termijn van elektronisch toezicht quasi nooit even lang als de effectieve gevangenisstraf. De periode die effectief moet worden uitgezeten, ook onder vorm van detentie of elektronisch toezicht, zijn opgenomen in de ministeriële omzendbrief.
En wanneer we kijken naar die periodes, zien we dat voor straffen van ten hoogste 8 maanden de voorlopige invrijheidstelling wordt toegepast na maximaal 2 maanden. Ik denk dat een effectief gedeelte van 2 maanden een belangrijke grens is voor de toepassing van thuisdetentie. De ervaring in de praktijk van het elektronisch toezicht wijst dit uit. Indien de ondergaande periode langer duurt dan 2 maanden, lijkt mij toepassing van het klassieke systeem verantwoord. Indien deze periode minder is dan 2 maanden, kan de vereenvoudigde vorm worden toegepast volgens de regels van de voorlopige invrijheidstelling. Stemt deze grens dus overeen met een effectieve veroordeling van ten hoogste 8 maanden. De technische werkgroep zal het nodige doen om dergelijke aspecten verder te verfijnen en uit te werken. Ook de impact op de praktijk zal hierin aan bod komen. Het is belangrijk dat alle aspecten goed doordacht zijn, vooraleer het systeem operationeel wordt. Ik hoop met mijn plan van start te kunnen gaan op 1 januari volgend jaar. En dus worden dan verschillende voordelen behaald. 1. Strijd tegen de strafloosheid. 2. Meer mogelijkheden voor de justitiehuizen om zich te concentreren op gundossiers en te maken dat die achterstand, vooral in Antwerpen is er een achterstand, elders veel minder, om die achterstand in te halen. 3. Ik denk dat daardoor ook een effect wordt bereikt om de straffen lager te krijgen en de rechters aan te moedigen om te zeggen, spreek een realistische straf uit, zodanig dat de overbevolking, de steeds stijgende druk op de gevangenissen, wat afneemt. Maar we moeten daarvoor de rechters het vertrouwen geven dat elke straf die ze uitspreken een gevolg kent. En dat is de reden waarom deze thuisdetentie, denk ik, een noodzakelijke stap is in het kader van een goede, verantwoorde strafuitvoeringspolitiek. Dank u wel, mevrouw Van der Meers. Ja. Dank u, meneer de minister. Ik ben zeer tevreden over uw antwoord. Het is inderdaad zeer belangrijk dat er, als er een crimineel feit plaatsvindt en er een effectieve veroordeling plaatsvindt, dat die ten eerste op een redelijke termijn na het feit gebeurt. Niet te lange procedures, daar bent u ook aan het werken. Maar ook zeer zeker, als er dan een sanctie uitgesproken wordt door een rechter, dat dat ook serieus genomen wordt en dat die sanctie ook inderdaad gevolg moet krijgen. En ik ben zeer blij dat u zegt dat u op deze manier, door de thuisdetentie in te voeren, wil zorgen dat de straffen die rechters uitspreken ook de effectieve straffen zullen zijn en ze ook effectief zullen uitgevoerd worden. Dat is zeer in het voordeel ook en qua respect voor rechterlijke macht zeer belangrijk, want men voelt dat aan dat rechters meer en meer zwaardere straffen gaan uitspreken omdat zij weten dat ze uiteindelijk toch niet uitgevoerd kunnen of willen worden, onder andere doordat er overbevolking is in gevangenis enzovoort. Dus ik ben zeer blij dat u inderdaad de strijd tegen de straffeloosheid op deze manier aanpakt. En inderdaad, u zei het ook, het is nog verdere verfijning mogelijk en ik ben ook akkoord dat u daar inderdaad 6 maanden respijt voor moet kunnen krijgen. Moet alles op punt stellen en ik zal dan ook tevreden zijn moest het inderdaad in werking treden op 1 januari 2011. Ik hoop en wens u dan ook alle succes toe in die strijd tegen straffeloosheid. Het is een manier om het aan te pakken. Het kan beter, maar u bent op goede weg, denk ik, eerlijk gezegd. Yes. Ja, dank u wel, meneer Wissen, voor uw antwoord. Nu, ik ben het inderdaad eens met uw intenties. Ik denk dat ze goed zijn, zoals ook collega Van der Meer zegt, dat onmiddellijk na een uitgesproken straf er wel degelijk gevolgen worden gekoppeld aan deze straf. Alleen ben ik het niet volledig eens met de modaliteiten zoals u ze hebt uitgetekend. Mijn collega Sophie de Wit in de Kamer heeft u daar ook al over ondervraagd. Ik denk dat het inderdaad niet opgaat om voor straffen van 8 maanden een termijn maximaal van 2 maanden thuisdetentie op te leggen. Dat komt neer op 1/4 en dat is eigenlijk nog lager dan wat nu de wet Lejeune voorschrijft. Het thuisregime zou al een gunstregime zijn op zich, terwijl het gevangenisregime uiteraard veel strikter en veel strenger is. En ik denk, als u de mensen echt een signaal wil geven dat er gevolgen worden gekoppeld aan hun daden en aan hun veroordelingen, dat u minstens die lat op dezelfde hoogte moet leggen. Maar ik zou zelfs nog omgekeerd durven stellen dat die eigenlijk hoger mag liggen, omdat men een ruimer comfort heeft thuis en die gevolgen veel minder groot zijn dan in een gevangenisregime. En het is niet omwille van het feit dat onze gevangenissen vol zijn, dat dan mensen op een andere manier daarvan moeten profiteren. Dank u wel. Het woord is dan aan mevrouw Gulaert-Turan met een vraag nog altijd aan de minister van Justitie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, collega's. Als er al een graad van beschaving is, als er al gradaties zijn in een beschaafd land te zijn, dan denk ik dat die gradatie duidelijk wordt aan de manier hoe dat een overheid omgaat met het meest kwetsbare in de maatschappij.
En de meest kwetsbare voor ons, om te beginnen, dat zijn uiteraard de minderjarigen, meneer de minister. Een beschaafd land doet mee om te zorgen voor de meest kwetsbaren, ook in het buitenland. Daarom ook dat wij aan ontwikkelingshulp doen om armoede bij kinderen elders in de wereld ook aan te pakken. Hoe bescheiden ook, we leveren een bijdrage. Maar in eigen land moeten we dat ook doen. En in eigen land moeten we voor de meest kwetsbaren onder ons, voor de minderjarigen, zorgen op alle mogelijke manieren. En bij deze zorg mogen wij, meneer de minister, geen onderscheid maken in het feit of een minderjarige al dan niet de Belgische nationaliteit heeft, al dan niet legaal of illegaal in ons land verblijft. Dat wij nog een hele weg hebben af te leggen wat betreft minderjarigen en de zorg voor de minderjarigen is gebleken naar aanleiding van een discussie die we gisteren in de commissie hebben gehad. Dat is een ander aspect van aanpak en controlemechanisme wat betreft minderjarigen. De vraag die ik vandaag stel is ook niet nieuw, meneer de minister. Ik heb u reeds naar aanleiding van een incident met 3 Roemeense minderjarigen hierover geïnterpelleerd, als we het zo mogen noemen. Er zijn 2 grote gelijkenissen. Ik wil niet in concrete zaak ingaan. We hebben gehad de 3 minderjarige Roemeense meisjes die op uw bevel het land zijn uitgezet. Ik blijf erbij, op een illegale manier. Maar zeer recent is dat nogmaals gebeurd. U weet dat wat betreft de illegale Europese minderjarigen, dat we hier in België niet de mogelijkheid hebben om een voogd aan te stellen voor deze minderjarigen. Ik heb daar al een wetsvoorstel voor ingediend, maar spijtig genoeg heeft dat nog een weg af te leggen vooraleer dat dat hier concreet kan besproken worden en tot een wet kan komen. Maar ondertussen is er wel een ongelijkheid en is er een dramatische situatie. Het voorbeeld dat nu aanleiding heeft gegeven om u hierover terug te bevragen is een Slovaakse jongen, Slovaakse minderjarige jongen, die vorige week of begin juni door de Belgische overheid in ons eigen land, in het Belgisch grondgebied, gewoon wordt overgeleverd aan 2 mannen in maatpak in een Lada die zeggen dat ze van de kinderbescherming van Slowakije zijn. We kunnen dan geen voogden aanstellen omdat dat wettelijk kader nog niet in orde is. Maar meneer de minister, verschillende overheden wassen het handen in onschuld. Als u mij vandaag gaat komen zeggen dat de minderjarige Slovaakse jongen het land is uitgezet op bevel van de federale overheidsdienst asiel en migratie, FEDASIL, dat is niet zo. FEDASIL zegt telkens, ik ben niet bevoegd wat betreft minderjarigen. En als ik dan nog verder lees dat u de opdracht niet heeft gegeven, dan vraag ik mij af wie dat die jonge knaap van 16 jaar die in een instelling, in een Vlaamse, Belgische instelling, verbleef, uit zijn bed is komen halen, de politie van Melle tussen aanhalingstekens, en die gewoon in het station, Sint-Pieterstation in Gent, heeft overhandigd aan 2 mannen in maatpak Lada, in een wagen Lada. Ik vraag me af met welke documenten, met welke identificaties dat wij zomaar minderjarigen op ons eigen grondgebied afgeven aan vreemden. We hebben dat gedaan met de Roemeense minderjarigen. Toen waren dat zogezegd mannen van de ambassade. En vorige week hebben we dat teruggedaan. Dat waren mannen in Lada. Ik heb zeer concrete vragen voor u, meneer de minister. Op basis van welk rechtskader hebben de verschillende betrokken actoren in deze repatriëringszaak beslist en gehandeld? Welk juridisch kader? Een minderjarige is niet handelingsbekwaam, ongeacht of die legaal of illegaal in ons land verblijft, en kan zelf geen repatriëring voor zijn eigen beslissen. En een andere vraag, hoe lang zal deze discriminatie van de minderjarige, Europese minderjarige, nog blijven duren? Wat gaat u daaraan doen? Dank u wel, meneer de minister. Dank u, voorzitter. Collega. Collega, vandaag zal ik niet in concreet op het dossier ingaan. We hebben dat gisteren in een ander dossier gedaan, met alle gevolgen van dien.
Maar vandaag doe ik dat dus niet. Ik zal alleen in algemene termen oordelen over de problematiek. En eerst en vooral wil ik verduidelijken dat er voor asielzoekers geen enkel verschil is tussen de minderjarige Europeanen en minderjarige niet-Europeanen. De minderjarigen kunnen immers zelf zonder voogd een asielaanvraag indienen. Het is niet nodig dat een voogd hier intussen komt. De dienst Vreemdelingenzaken stelt dit elke dag vast en stelt het elke dag meer vast. Hè? Want er zijn zeer veel, er is een grote stijging van het aantal minderjarigen. En deelt me mede dat de tal van minderjarigen zich bij de dienst aandienen zonder voogd om een asielaanvraag in te dienen. Die aanvraag wordt op dezelfde manier behandeld als alle anderen. Wat betreft de terugkeer van minderjarigen, of ze nu Europees zijn of niet, doet de dienst Vreemdelingenzaken er alles aan om een vrijwillige terugkeer aan te bevelen. De dienst Vreemdelingenzaken doet geen blinde of brute gedwongen repatriëringen. Hetgeen gebeurd is met de Roemeense meisjes is een ander verhaal. Ook wel in toepassing van vreemdelingenwetgeving, maar op verzoek van ambassade, ouders enzovoort, is een heel ander verhaal dan hetgeen hier in abstracto over jong minderjarigen zomaar gebeurt. Dus geen blinde gedwongen repatriëringen van minderjarigen. De minderjarigen van Europese afkomst genieten van het Europese recht. Tal van deze minderjarigen zijn dus rechtsgeldig ingeschreven in het land, vaak met toestemming van de ouders. Het zijn niet deze jongeren die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Anderzijds, voor zij die zich wel in een kwetsbare situatie bevinden, is er een dienst opgericht die deel uitmaakt van de voogdijdienst, die afhangt van justitie uit navraag. Bij deze dienst blijkt dat er in 2011 tot nu toe bij deze dienst 3 Slovaken werden gesignaleerd, maar geen van de betrokken Slovaken voldoet aan de beschrijvingen die u geeft of die betrekking hebben op dit dossier waar u over spreekt. Om het onderscheid tussen Europese en niet-Europese minderjarigen weg te werken, werd in de Kamer door mevrouw Naima Langeri en ook door uzelf, u hebt zelf ook al initiatieven genomen, zijn dus verschillende initiatieven waardoor dat we eigenlijk parlementaire debat moeten voeren over de toepassing van de voogdijwet, waarbij we het moeten uitbreiden naar de minderjarigen afkomstig uit Europa. Het betreft het wetsvoorstel 509, u kent het goed, dit is 1, u hebt er zelf ook in ter tafel liggen. Dit wetsvoorstel doet weliswaar uitdrukkelijk geen afbreuk aan het principe van zo spoedig mogelijke terugzending en tenafteneming door het Europese land van herkomst. Nu, het parlementair moet daar verder werk maken, de regeringen lopen de zaken goed. Ik denk dat de bal essentieel in het kamp van het parlement ligt en dat we dus moeten kijken hoe dat we dat verder kunnen opvolgen. Ik ben in elk geval bereid om op vlak van verdere opvolging van deze categorie personen verder te gaan. De problematiek van kinderen die weggaan, in het concrete dossier heb ik eigenlijk geen informatie over de vraag in welke omstandigheden betrokkenen door de LADA waar u over spreekt zijn opgehaald geweest. Dus daar heb ik geen concrete informatie. Ik kan daar ook niet in detail op ingaan. Die informatie zal ik bij, als u daarop insisteert, opvragen op het moeten verder opvragen, maar deze heb ik niet bij deze. Mevrouw. Ja, meneer de voorzitter, dank u wel. Meneer de minister, u antwoordt gewoon niet op mijn vraag. Ik heb hier mijn grote bezorgdheid geuit over de manier waarop dat er minderjarigen op ons grondgebied worden overhandigd aan. Wie dan ook? U heeft niet geantwoord op mijn vraag welk rechtskader, zonder in concreto in te gaan in dit geval, minderjarigen in ons land worden gewoon weggegeven met wie dan ook dat ze beweren te zijn. U zegt er is geen onderscheid tussen Europese minderjarigen en niet-Europese minderjarigen die hier asiel aanvragen. Maar meneer de minister, er is wel degelijk een ongelijkheid en dat is de reden waarom dat die wetsvoorstellen nu op tafel, spijtig genoeg niet nu van op tafel, maar ingediend zijn. Het gaat erom dat een minderjarige die niet door een voogd, die niet door een meerderjarige is vergezeld, zonder voogd hier in het land is en dat die al dus geen voogd kan hebben. En omdat ze minderjarig zijn, kunnen ze geen rechtshandelingen stellen. Ook niet wat betreft hun verblijf om die op een of andere manier te regulariseren. Dus dat u zegt dat een Europese of een niet-Europese minderjarige op dezelfde manier wordt behandeld, daar ben ik het niet mee eens. En u antwoordt ook niet op mijn vraag op wiens bevel dat die minderjarigen nu worden uitgezet. Ik blijf daar op mijn honger zitten. Wie beslist dat die jongeren op een bepaald ogenblik worden overhandigd aan wie? En dit is, als dit ons rechtsstaat is, dan heb ik daar grote vraagtekens bij en ik blijf die hebben, meneer de minister. Deze volgende vraag, ik zal niet iedere dag op elk individueel dossier kunnen antwoorden. Dat is opnieuw vragen, wat is er op die plek met die jongeren door welke dienst geregeld? Gisteren heb ik een uitzondering gemaakt, heb ik heel uitvoerig een dossier behandeld, omdat ik van oordeel ben dat het basis is voor serieuze conclusies over samenwerking tussen diverse diensten. Maar hier in dit dossier
Heb ik u gezegd, ik heb die informatie niet. Als u dat wil, kan ik daar nog bijkomend opvragen. Hier heb ik in algemene termen geantwoord over voogdij van Europese en niet-Europese jongeren, maar ik heb geen informatie over het concrete dossier. Ik heb dat ook niet opgevraagd, dus heb ik inderdaad daar ook geen antwoord op gegeven. Laatste woord is aan de senator. Dank u wel, meneer de voorzitter. Daar ben ik blij mee. Meneer de minister, u moet mij niet in dit individueel geval, blijf ik op mijn honger zitten, maar geef me dan gewoon wat op dit ogenblik de gang van zaken is. Als ik hier met voorbeelden afkom waar het misloopt, zeg me dan hoe het had gehoord te moeten lopen. U heeft een eigen dienst, SEMK. Die zijn bij niets betrokken. Waarom bestaat die dienst? Is dat de dienst die bevoegd is? Het gaat er mij om welke instanties, op bevel van wie en met welke procedure dat er wordt gevolgd om minderjarige Europeanen het land uit te zetten. En u kan daar niet op antwoorden, omdat u gewoon ad hoc reageert en zo snel mogelijk van die minderjarigen af wilt zijn. Dat is een feit. Volgende vraag is aan mevrouw Taalman. Dankjewel, meneer de voorzitter, collega's, meneer de minister. Momenteel vindt in de gesloten jeugdinstelling van de Grubbe in Everberg een syndicale actie plaats. En als ik de pers heb kunnen volgen, zou er om 14 uur bij een personeelsvergadering beslist worden of dat die actie al dan niet voortgezet zou worden, want ik had begrepen dat er gisteren, als ik mij niet vergis, een overleg is geweest omtrent de eisen van het personeel en dat men daar niet echt tevreden zou over zijn. Personeel heeft immers bedenkingen bij de beslissingen om bijkomende capaciteit te voorzien in de instelling zonder dat daar een bijkomende capaciteit van personeel aan veiligheidspersoneel aan gekoppeld is. En daarnaast is er ook nog onvrede vanuit het personeel omdat beloofde infrastructuurwerken nog niet werden uitgevoerd en interventie- en communicatiemateriaal nog niet werden geleverd. Bij het initiële samenwerkingsakkoord werd voorzien dat er een evaluatiecommissie jaarlijks de uitvoering van het akkoord en de werking van het centrum zou evalueren. Deze commissie is dus met andere woorden het ideale overlegorgaan om problemen zoals die zich nu ook voordoen op voorhand reeds aan te kaarten en ook op te volgen en eventueel proactief te werken. Graag kreeg ik dan ook van de minister het antwoord op volgende vragen. Hoe vaak is die evaluatiecommissie de voorbije jaren samengekomen? Welk waren de bevindingen en het gevolg dat aan die bevindingen werd gegeven? En ten tweede, welke is de timing voor het uitvoeren van de infrastructuurwerken en voor de levering van het nodige interventie- en communicatiemateriaal? Wat is daarvoor het budget? En werd er intussen overlegd met het personeel? Ik heb dus begrepen van wel, wat waren de conclusies en wordt er nog verder overlegd? Dank u. Minister. Dank u, voorzitter, collega. U stelt twee vragen waar ik direct op terugkom. Basisinformatie is natuurlijk, ja goed, er is een probleem en staking in Everberg in die instelling. En daar is verder overleg en voorlopig is er geen akkoord. Omdat het debat gaat over bijkomend personeel dat door de syndicale organisaties gevraagd wordt. Maar we zitten nu met 127 personeelsleden. Voor een evolutie om 30 tot 40 jongeren daar in Everberg te begeleiden. En er was een vraag geweest om 8 bijkomende personeelsleden te krijgen. We hebben er 4 toegezegd. En de staking gaat over het feit dat er dus 4 bijkomend zouden moeten zijn. Ik zeg voor een maximale bezetting 40. Voor het ogenblik zijn er 23. Maar voor een bezetting van 40 jongeren in die instelling denken wij dat het personeelskader voldoende is. Je moet weten dat het natuurlijk voor een deel mensen zijn die de bewaking doen van onder federaal en voor een deel mensen die afhangen van de Vlaamse gemeenschap en die meer de opvoedingstaken op zich nemen. Dus die acties gaan verder. Wij proberen verder overleg te plegen, maar goed, voorlopig zonder succes. We zullen zien wat er in de volgende dagen ook op dat vlak gebeurt. U vraagt of de evaluatiecommissie samenkomt. Wel, het bestaan en de werkzaamheden van een evaluatiecommissie worden opgelegd via het samenwerkingsakkoord dat de verschillende overheden sloten bij de oprichting van Everberg.
U herinnert zich, in 2002 is dat een beetje in een noodsituatie opgericht geworden en is dan een samenwerkingsakkoord afgesloten dat de basis is nog voor verder aansluitende protocollen. Ons voortdurend overleg gebeurt altijd binnen dit kader overigens. Het overleg vindt jaarlijks plaats. Het is wel een vrij formele vergadering. Met een aantal aanbevelingen. De aanbevelingen hebben betrekking op het functioneren van het centrum, de wijze van rapporteren in de toekomst, de toepassing van de wet van 1 maart 2002, de zogenaamde Everbergwet, en het huishoudelijk reglement. De vergaderingen vinden plaats sinds 2003. De bevindingen van 8 jaar werking weergeven in een paar zinnen is dus onbegonnen werk. Bovendien heeft het Guiter conflict eigenlijk weinig te maken met de evaluatievergaderingen en kan daarmee niet opgelost worden. Zeker wanneer men weet dat er intensief overleg is geweest en blijvend is tussen de federale staat en de Vlaamse gemeenschap in het kader van de uitbreiding van Everberg en in het kader ook van de ambitie om steeds meer de nadruk te leggen op het opvoedingsaspect in Everberg en dus de rol van de gemeenschappen te vergroten, iets wat overigens kadert in de algemene ambitie om jeugdsanctierecht en jeugdinstellingen zo mogelijk meer naar de gemeenschappen te laten overgaan. Maar goed, daarmee zitten we in het communautaire debat en in de nota di rupo, ja, maar of nee te zij, maar dus dit alleen maar als referentie naar het bredere kader waarin dat debat zich situeert. Wat de timing voor het uitvoeren van alle soorten werken en interventie en communicatiemateriaal betreft, wat de walkie-talkies betreft, is het dossier lopende, administratief in orde, maar moet nog goedgekeurd worden door de ministerraad en het materiaal zou deze maand nog geleverd moeten worden, budget 10.000 euro. Ook wat de camera's betreft is het dossier lopende en de installatie is voorzien kort na de zomer. De wandeling is een moeilijker dossier waarvan de realisatie pas volgend jaar voorzien is en het dossier rond het interventiemateriaal wordt nationaal afgehandeld. Het gaat om een Europese aanbesteding waarbij materiaal voor alle gevangenissen samen wordt aangekocht en dat dit dossier is lopende. Ik hoop dus dat Everberg verder zo vlug als mogelijk opnieuw tot rust komt en dat met de beste zorgen ten aanzien van de jongeren daar een goede begeleiding kan worden georganiseerd. Dus we zullen daar verder aan werken. Dank u wel. Reactie? Dank u, meneer de minister, voor uw antwoord. Wij worden regelmatig geconfronteerd met stakingen in de gevangenissen. Natuurlijk wordt het ook voor politie, en dat hebben we ook hier gezien, want ik heb begrepen dat vandaag ook de burgemeesters ter plaatse geweest zijn, om te zeggen van dat dit geen goede situatie is. Ik denk dat dat des te meer geldt voor een jeugdinstelling, waar het zeker niet goed is dat politie taken moet overnemen van cipiers. Dus ik ga ervan uit dat u alles zal inzetten op een lukken zo vlug mogelijk van de onderhandelingen en op een zo snel mogelijke oplossing voor dit dossier. Dank u wel. Een laatste vraag. Dernière question à monsieur le ministre de la Justice, vient de monsieur François Belot. Je rappelle tous les membres à l'article 52 de notre règlement intérieur. GSM est interdit en séance plénière. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le 17 juin 2011 a été publié au Moniteur l'arrêté royal du 11 juin réglant le statut de l'armurier. Cet arrêté royal, malheureusement, n'est absolument pas limpide pour les premières personnes concernées, à savoir les armuriers. Il me revient qu'ils s'interrogent sur certains points essentiels que je vous remercierai d'éclaircir. D'une part, les obligations dont le chef des armuriers souhaitant renouveler leurs agréments ne sont pas claires. En effet, sur base de l'arrêté royal tel qu'il est actuellement rédigé, les armuriers se demandent s'ils doivent ou non passer un examen d'aptitude en cas de renouvellement de l'agrément. Certains articles de l'arrêté royal le laisseraient penser. Vous comprendrez que cette question a tout le sens vu la menace pénale en article 8 qui plane dorénavant sur les armuriers qui ne remplissent pas les obligations. Dans la négative, pourquoi avoir supprimé l'exonération qui assurait une sécurité juridique et qui était expressément prévue dans l'arrêté royal? Si vous me confirmez effectivement l'obligation de passer cet examen d'aptitude, quel que soit l'armurier, je n'hésite pas à dire qu'il s'agit là d'un camouflet pour ceux qui exercent ce métier depuis de nombreuses années et ne devraient dès lors plus faire leurs preuves.
Par ailleurs, cela aurait pour conséquence que les armuriers en ordre avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal se retrouvent du jour au lendemain dans l'incapacité d'exercer leur métier. D'autre part, l'arrêté royal prévoit en article 10 que l'armurier ne collabore pas à des transactions dont il soupçonne ou il devrait savoir qu'il met en danger l'intégrité ou la sécurité des personnes. Il me paraît à tout le moins incongru que l'on mette à charge de l'armurier le devoir de savoir qu'une arme vendue pourrait mettre en danger l'intégrité ou la sécurité des personnes. En effet, selon moi, c'est à l'autorité de contrôler l'acquéreur potentiel par le biais du système d'autorisation mis en place par la loi et non à l'armurier. La même problématique se pose quant à l'obligation pour les armuriers de ne pas vendre d'armes à des personnes dont il sait ou dont il est de notoriété publique qu'elles fréquentent des milieux qui prônent des valeurs contraires à la Constitution ou à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qui approuvent le racisme, la xénophobie ou encore la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide nazi. Monsieur le ministre, comment justifiez-vous le fait, d'une part, d'imposer aux armuriers cette double obligation démesurée, contraire à l'esprit de la loi sur les armes, assortie en outre de sanctions pénales, et d'autre part, de les contraindre à un contrôle qu'ils seront souvent incapables de réaliser parce que mal outillés à cet effet? Par ailleurs, n'est-ce pas illégal d'imposer à l'armurier de se baser sur la notoriété publique d'une personne pour effectuer une transaction, à l'instar de ce que les autorités avaient décrété à propos du certificat de bonne vie Emers modèle 2, utilisé dans le cadre notamment de recherche d'emploi, mettant en contact avec des enfants, disposition ensuite annulée par le Conseil d'État? Je vous remercie pour les précisions que vous m'apporterez. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord vous rassurer que la plupart des armuriers ne se posent pas beaucoup de questions concernant le nouvel arrêté royal qui règle le statut de l'armurier. Bon nombre d'entre eux a été bien informé et a pu constater, notamment en comparant le nouveau texte avec celui qui a été annulé par le Conseil d'État, et qu'il a été tenu compte des objections soulevées contre l'ancien texte. Ainsi, le problème de l'exemption de l'examen d'aptitude professionnelle pour les armuriers établis n'est pas tout à fait juste. C'est le Conseil d'État qui, dans son avis, a demandé la disparition de la mesure transitoire concernée parce qu'elle n'a juridiquement plus de sens. En effet, toutes les demandes de renouvellement d'agrément d'armurier ayant dû être introduites avant fin 2009 et le principe du renouvellement ayant été abrogé entre-temps, il ne peut plus être question de renouvellement. Les procédures encore en cours se déroulent évidemment selon les règles valables au moment de l'introduction des demandes. Il ne sera donc jamais demandé de participer à l'examen à un armurier établi qui a demandé le renouvellement de son agrément. Le texte de l'article qui prévoit une interdiction aux armuriers de conclure des transactions avec l'aide des personnes dont ils soupçonnent ou devaient savoir qu'elles mettent en danger l'intégrité ou la sécurité des personnes a évolué par rapport à sa version initiale de 2008 afin de démontrer que les armuriers ne sont pas censés savoir à l'avance ce que leurs clients risquent de faire avec leurs armes. Leur responsabilité se limite à une abstention de vendre des armes à des personnes dont il était manifeste ou notoire au moment du contact avec les deux parties qu'elles avaient de mauvaises intentions. Il est clair que dans la pratique, ce cas ne se présentera que très rarement. Je donne comme exemple le client qui se présente en état d'ivresse, le client agressif, le client qui dit qu'il va commettre un délit ou le client qui se présente habillé en commando. Par exemple, on ne sait jamais. En raison des conséquences pénales, l'interdiction est d'application stricte et la charge de la preuve revient au parquet. Il en est de même avec l'interdiction de conclure des transactions avec des extrémistes. Ce texte aussi a évolué depuis 2008, puisqu'il n'est plus question d'une interdiction de fréquentation. Sont visés ici des extrémistes dont l'armurier connaît les idées et ceux dont elles sont de notoriété publique. De nouveau, il s'agit de faire preuve de bon sens. Les personnes visées sont donc des connaissances de l'armurier ou des personnes connues du grand public ayant des idées extrémistes.
Je ne vais pas donner d'exemple. Pour ce qui est de la matière à connaître pour réussir l'examen, j'estime qu'un armurier est quand même censé savoir quel texte il devrait apprendre. Tout se trouve d'ailleurs dans ma circulaire du 29 octobre 2010, qu'il ne faut pas étudier dans son entièreté, mais seulement les points qui concernent les activités que le candidat souhaite exercer. Et finalement, pour ce qui est des concertations avec le secteur armurier, il ne faut pas se tromper. Il y a bien eu des concertations préalables au sein du conseil consultatif avec les acteurs concernés et de manière bilatérale avec Union Armes, qui a adopté une attitude constructive et raisonnable, ce qui n'est pas le cas de ceux qui se limitent à toujours contester tout. Lors de la parution de la lettre royale, il y a même eu des concertations sur les informations diffusées par Union Armes à ses membres, mais avoir des concertations ne signifie pas devoir obtenir l'accord des groupes d'intérêt, donc chacun doit prendre sa responsabilité. Monsieur Velot. Merci, Monsieur le Ministre. J'ose espérer qu'à travers l'ensemble de la Belgique, tout le monde aura la même interprétation de ce que vous venez de donner de la circulaire, parce que je peux vous assurer que si les armuriers doivent suivre une formation des examens, il faudrait peut-être faire la même chose de ceux qui doivent appliquer sur le terrain et contrôler les armuriers, ce qui est loin d'être le cas, ça je peux vous l'assurer. Merci beaucoup. La prochaine question est de Mme Olga Zdrien et est au ministre chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le sommet du G20 Agriculture s'est tenu les 22 et 23 juin dernier à Paris. En parallèle à ce sommet, dans le contexte mondial de crise alimentaire, la Commission européenne et le Comité économique et social européen avaient également organisé une conférence intitulée « Food for Everyone toward the Global Deal » sur la sécurité et la souveraineté alimentaire. Cette conférence visait à préparer les recommandations de la société civile pour la réunion des ministres de l'agriculture du G20, portant essentiellement sur la promotion d'une agriculture durable, le rôle crucial de la société civile, la reconnaissance du droit à l'alimentation, la nécessité d'une cohérence des politiques, un meilleur fonctionnement des marchés agricoles et enfin la protection des plus vulnérables. Résumé dans le plan d'action sur la volatilité des prix alimentaires et sur l'agriculture, les recommandations du G20, si elles constituent un pas en avant dans le cadre de la résolution de la problématique de crise alimentaire, semblent toutefois éloignées des souhaits des acteurs directement impliqués dans le volet agricole de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Selon plusieurs experts, ces recommandations ne permettront pas de s'attaquer véritablement à la crise. Monsieur le ministre, quelle analyse portez-vous sur les dernières recommandations émises par le G20 dans son plan d'action sur la volatilité des prix alimentaires et sur l'agriculture? Quelles initiatives peuvent être portées par notre pays dès lors que la position du G20 sur les agrocarburants demeure timorée, que celle sur la spéculation sur les denrées alimentaires est limitée ou que la lutte en vue de garantir une certaine sécurité alimentaire passe uniquement par la constitution d'un mécanisme de gestion des risques associé au prix des produits agricoles appelé APRM. Je vous remercie de vos réponses. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, la déclaration ministérielle approuvée par les ministres de l'Agriculture du G20, réunie à Paris le 22 et 23 juin dernier, consiste en un plan d'action de 26 pages sur la volatilité des prix alimentaires et plus globalement sur l'agriculture. À la réception de ce document, j'ai chargé mon administration d'analyser ce plan et vous comprendrez d'ailleurs que le délai entre la réception de ce document et la question que vous me posez aujourd'hui n'est pas de nature à avoir dès aujourd'hui, dès maintenant, une analyse très fouillée du document. Toutefois, je voudrais souligner un certain nombre d'éléments. Le plan d'action recadre la problématique de la volatilité des prix dans un cadre plus global du défi de la lutte pour la sécurité alimentaire mondiale, et en particulier le G20 insiste sur l'augmentation significative, durable, de la production et de la productivité agricole. La meilleure façon de lutter contre la volatilité des prix est d'investir dans l'agriculture afin d'en améliorer la résilience, et en particulier dans les pays en voie de développement.
Il est capital que tous les acteurs, publics, nationaux et décentralisés, bailleurs, organisations de producteurs ou secteurs privés, joignent leurs efforts pour relever ce défi ô combien important. Plus spécifiquement, et pour ce qui concerne la volatilité des prix alimentaires, on salue évidemment l'initiative de mettre en place un système d'information sur les marchés agricoles, hébergé au sein de la FAO, mais œuvrant en collaboration avec d'autres organisations pertinentes. Cette initiative permettra d'augmenter la confiance dans les marchés en fournissant des informations au bon moment, exactes et transparentes. Cette initiative constitue un élément supplémentaire et capital pour l'amélioration de la coordination politique internationale. À cet égard, le G20 reconnaît le rôle majeur que doit jouer le Comité de la sécurité alimentaire mondiale au sein de la FAO pour tout ce qui concerne la coordination politique et la cohérence politique en matière de sécurité alimentaire. La Belgique, qui a activement contribué à la réforme du Comité de la sécurité alimentaire et qui occupe actuellement la vice-présidence, ne peut évidemment que se réjouir de la reconnaissance du rôle fondamental de ce comité. Finalement, nous nous félicitons également de l'attention portée au filet de sécurité ciblé comme outil fondamental pour lutter contre les effets de la volatilité excessive des prix alimentaires et pour protéger les ménages les plus vulnérables. La Belgique, dans le cadre de sa politique d'aide et d'assistance alimentaire, a toujours porté une attention particulière à ces filets de sécurité permettant d'apporter une assistance d'urgence aux populations les plus vulnérables tout en contribuant au développement et à la sécurité alimentaire locale, entre autres par des programmes tels que les achats locaux. Enfin, dans le cadre de la nouvelle architecture du partenariat mondial pour l'agriculture, la Belgique, qui assure cette vice-présidence du Comité de sécurité alimentaire, continuera son important travail en matière de cohérence des politiques en lien avec la sécurité alimentaire. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur le ministre. Vous comprenez que c'est dans le contexte actuel, il est extrêmement important d'avoir des appels et des indicateurs qui permettent de pouvoir évaluer le marché et de pouvoir en quelque sorte le réguler. On a vu suffisamment, nous semble-t-il, d'émeutes de la faim. Et même si certains disent qu'il n'y a pas de spéculation sur les denrées alimentaires, je crois que la situation nous donne raison. Et le fait d'avoir pu créer cette autorité de la sécurité alimentaire et surtout d'avoir créé ce filet de sécurité peuvent être des éléments qui nous permettraient peut-être de réduire au maximum l'impact négatif sur ces populations en grande difficulté. Quoi qu'il en soit, vous me permettrez de vous réinterroger en temps un peu plus long en ce qui concerne votre point de vue sur le plan d'action sur la volatilité des prix alimentaires et sur l'agriculture, ainsi que sur les décisions qui ont été prises au sommet G20 agriculture. Merci. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Boussetta. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, depuis le début de l'opération militaire de l'OTAN en Libye, nous assistons à une crise qui est à la fois humanitaire et migratoire, à la fois aux frontières de la Libye, mais également à l'intérieur de son territoire. Selon l'Organisation internationale pour les migrations et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il y aurait déjà 700 000 personnes qui auraient quitté le territoire en date du 27 juin. Je sais que certains évoquent des chiffres plus élevés, mais je vous livre ici les chiffres officiels publiés par l'OHCR. Parmi eux, on compte 600 000 non-Libyens. Il y aurait également 240 000 Libyens déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Le problème de l'accueil des réfugiés et des déplacés du conflit se pose à l'intérieur du territoire, mais également dans les pays voisins. La Tunisie est concernée, l'Égypte est concernée, mais également l'Algérie, le Tchad et le Niger. Nous-mêmes, en tant qu'Union européenne, sommes concernés par des demandes d'asile qui proviennent de ces réfugiés. Des organisations internationales se disent préoccupées par la situation alarmante des personnes déplacées suite au conflit. Des ONG, parmi lesquelles Amnesty International ou Médecins sans frontières, tirent également la sonnette d'alarme. Or, la situation déjà critique sur le terrain pourrait s'aggraver encore
en fonction de l'intensification des opérations militaires. Si l'on en croit par exemple le quotidien britannique The Independent du 23 juin dernier, la France augmenterait la pression au sein de la coalition pour aboutir à une résolution militaire du conflit pour le 14 juillet prochain. Alors, qu'on accepte ou non la pertinence de ce scénario, il faut dans tous les cas pouvoir anticiper une accentuation de cette crise humanitaire et de cette crise migratoire qui ne manquera pas également d'avoir des répercussions pour nous au sein de l'Union européenne, mais également pour les États voisins. Le gouvernement a récemment décidé d'augmenter son aide en faveur du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés d'1 million d'euros. Et je dois dire que cet engagement doit être encouragé et salué. Néanmoins, vu l'évolution de la situation sur le terrain, le montant de cette aide risque d'être rapidement dépassé par l'ampleur des besoins. Alors, dans l'hypothèse où nous serions amenés, dans le courant de cet été ou dans le courant des prochaines semaines, à être à nouveau sollicités, que ce soit par les organisations internationales ou par les États voisins, quelles sont les marges de manœuvre que notre pays conserve en vue d'intervenir plus avant dans cette crise qui s'annonce et qui s'annonce difficile. Merci. La parole est au ministre. Voilà, chers collègues, comme expliqué d'ailleurs ce midi en commission mixte Chambre-Sénat sur finalement la politique diplomatique de défense, de coopération au développement dans les pays dans lesquels nous avons déployé notre armée, je redis ici combien nous estimons que la crise en Libye est préoccupante et que nous devons bien sûr rester attentifs à l'évolution de la situation. Nous avons des chiffres, c'est vrai, encore un peu plus alarmants que ceux que vous citez, puisque quand on additionne tous ceux qui ont quitté la Libye aujourd'hui, on arrive quasiment à 1 100 000 personnes, et c'est vrai, beaucoup de non-libyens. Et donc, pour rappel, le million d'euros libérés en faveur du HCR pour l'accueil de réfugiés dans le sud de la Tunisie, notamment pour leurs besoins les plus élémentaires, logement, sanitaire, médicaments, accès à l'eau potable, s'ajoute aux contributions précédemment versées pour un montant total d'1 662 000 euros, puisque dès le début de la crise humanitaire, aux frontières libyennes, nous avions décidé, courant du mois de mars ou début avril, 1 000 000 d'euros pour la Croix-Rouge, qui avait été le premier interlocuteur international à nous soumettre une demande. Entre-temps, plus de 300 000 euros ont été versés à la FAO dans l'optique de programmes alimentaires et près de 350 000 euros dans le cadre de la mise à disposition de notre Airbus de la Défense pour faciliter le rapatriement d'un certain nombre de ressortissants étrangers à la Libye. Alors, nous sommes actuellement en contact avec un certain nombre d'acteurs humanitaires pour voir dans quelle mesure un appui supplémentaire de la Belgique peut s'avérer utile. Il faut évidemment tenir compte de deux facteurs, un rien limitant. Le premier concerne la capacité d'absorption des organisations humanitaires présentes sur le terrain. Les combats rendent en effet parfois difficile l'accès aux acteurs humanitaires, aux populations vulnérables. La deuxième contrainte concerne le souci de veiller évidemment à une juste répartition des moyens en fonction des besoins. Comme vous le savez, les crises humanitaires sont nombreuses et souvent complexes, et la Belgique s'est engagée, c'est vrai, dans plusieurs d'entre elles, au Soudan, en Palestine et encore en RDC. Enfin, au-delà des contributions affectées spécifiquement aux problèmes humanitaires de ce type, je dois aussi rappeler que la Belgique contribue de manière significative aux ressources générales d'organisations multilatérales comme UNICEF, l'OMS, le HCR, présentes sur le terrain libyen. Et si certaines de ces organisations le souhaitent, elles en ont évidemment la possibilité d'utiliser une partie de nos contributions générales pour répondre aux urgences posées par la crise en Libye. Et donc, en conclusion,
plus de 2,5 millions d'euros consacrés ces derniers mois spécifiquement à la situation humanitaire aux frontières de la Libye. Et le gouvernement reste évidemment à l'écoute de besoins complémentaires. On sait, c'est vrai, que l'évaluation des besoins actualisés récemment n'est déjà plus du tout l'évaluation des besoins de début de crise. Je crois qu'elle est de 3 fois supérieure à l'évaluation de départ. Et que globalement, les promesses ou les moyens attribués par les différents États qui y contribuent couvrent aujourd'hui à peu près 75% de la dernière évaluation. Merci beaucoup. Monsieur Boussetta. Je remercie Monsieur le ministre pour sa réponse complète et pour l'attention que le gouvernement accorde à cette situation des réfugiés. Merci. Dan is de volgende vraag gereden van de heer Ancio aan staatssecretaris voor mobiliteit. Meneer de staatssecretaris, meneer de voorzitter, collega's. Recente statistieken van de Europese Commissie tonen aan dat ons land nog steeds de West-Europese recordhouder is op gebied van verkeersdoden. Het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners ligt in België op 76. In vergelijking, Duitsland heeft 45 verkeersdoden per miljoen, in Frankrijk 62 en in Luxemburg 64. Collega's, dat is een indrukwekkend cijfer, want dat maakt bijna 800 verkeersdoden per jaar. Elk van die 800 verkeersdoden betekent een tragiek voor familieleden, vrienden en dergelijke. Dit record is en blijft onaanvaardbaar. En tegelijkertijd, meneer de staatssecretaris, weet ik dat de federale overheid heel wat inspanningen doet. Het BIVV is een belangrijke actor, investeert veel in campagnes rond verkeersveiligheid. We hebben samen de rijbewijzen verstrengd, extra boetes opgelegd, een heel technische vereisten aan de wagens verbeterd, meer intensief politietoezicht. Maar uiteindelijk blijf ik vaststellen dat we recordhouder blijven. Ook al daalt het aantal verkeersdoden. Maar het daalt gelukkig ook in die andere landen. En wij blijven de recordhouder. En mijn vraag aan u is, wat moet er gebeuren? Blijkbaar is het federaal beleid dat u en ikzelf en anderen hebben voorgestaan nog altijd niet voldoende. Blijkbaar is er nog altijd geen mentaliteitswijziging gebeurd waar dat mensen beseffen dat roekeloos rijden gewoon moorddadig en crimineel gedrag is. Meneer de staatssecretaris, hebt u dit besproken? Is dit in de regering besproken? Zijn deze cijfers belangrijk genoeg om ook in deze woelige politieke tijden ernstig besproken te worden? Wat doen we eraan? Wat gaan we doen? Wat is er nodig volgens u? Welke omslag is er nodig om een daadwerkelijk beleid te kunnen voeren waardoor dat wij van die kopgroep, die trieste kopgroep van hoogste recordaantal verkeersdoden van heel Europa, van West-Europa, hoe we daar eindelijk vanaf kunnen geraken? Dat is mijn vraag. Dank u wel, meneer de staatssecretaris. Dat is een korte vraag, maar een lang antwoord. Ik zal proberen kort te zijn. Meneer de voorzitter, mevrouw en heren. Ik wil er de heer Ancio er eerst en vooral op wijzen dat ons land in het voorbije decennium een forse daling van het aantal verkeersdoden heeft laten optekenen. Tussen het jaar 2000 en 2010 is het aantal verkeersdoden met 44% gedaald, wat overeenstemt met een vermindering vergelijkbaar met de andere Europese landen. In absolute cijfers betekent dit bijvoorbeeld dat wij gedaald zijn
van 1215 verkeersdoden in 2003, meneer Ancio zal zich ongetwijfeld herinneren wat zulks betekent, naar 840 verkeersdoden in 2010. In uw vraagstelling hebt u dat geen of nauwelijks succes genoemd, maar het vermijden van bijna 400 verkeersdoden per jaar is toch al een belangrijke en opmerkelijke vermindering en verbetering. Maar we hebben inderdaad, en dat is juist, de historische achterstand ten opzichte van de meest verkeersveilige landen in Europa, zoals Nederland, de Scandinavische landen en Groot-Brittannië. Wel, die achterstand hebben wij niet kunnen wegwerken. En ik zal ook niet ontkennen dat een aantal landen, zoals Duitsland en Frankrijk, het beter hebben gedaan dan wij en dat deze landen ons daardoor in de ranking van het aantal verkeersdoden per 1 miljoen inwoners hebben voorbijgestoken. Deze ranglijst van het aantal doden per aantal inwoners kent evenwel ook zijn beperkingen. Zo wordt België bijvoorbeeld vergeleken met Zweden, een land met 11 miljoen inwoners en 30.000 vierkante kilometer oppervlakte, versus een land met 9 miljoen inwoners en 450.000 vierkante kilometer oppervlakte. Een land dat in het drukke hart van de Europese Unie ligt, versus een land in de eerder rustige periferie. En we moeten er dus voor opletten dat wij geen appelen met citroenen vergelijken en ook andere relevante parameters in het vergelijkend onderzoek betrekken. Ten einde evenwel op korte termijn resultaten te boeken, heb ik sinds mijn aantreden op mobiliteit in 2008 vooral de nadruk gelegd op de aanpak van de belangrijkste ongevalsfactoren, zoals het rijden onder invloed, de snelheid en het niet dragen van de gordel. Daarnaast werd specifiek gefocust op specifieke risicogroepen, zoals de jonge bestuurders in de weekendnachten, het zwaar vervoer en de motorrijders. De maatregelen die daartoe werden getroffen hadden vooral betrekking op meer sensibilisering en meer verkeerstoezicht. Op het wetgevend vlak werd de speekseltest voor het rijden onder invloed van drugs en het alcoholslot ingevoerd en recentelijk werd de wegcode gewijzigd ten einde de veiligheid van de motorrijders te vergroten. Op basis van de derde richtlijn betreffende het Europees rijbewijs werd het rijbewijs bankkaartmodel ingevoerd en komt er in 2013 ook een betere motoropleiding met geleidelijke toegang tot zwaardere motoren. In de marge vermeld ik ook nog de invoering van de Europese nummerplaat die de leesbaarheid van de nummerplaten moet verhogen en bij gevolg straffeloosheid moet voorkomen. Er werd ook een kruispuntbank voertuigen naast een kruispuntbank rijbewijzen opgericht met de bedoeling om de controle op de voertuigen en de rijbewijzen echt te gaan verbeteren. Meneer Dalsio, België is ook een transitland met vele buitenlandse voertuigen. We hebben eens een bilateraal akkoord afgesloten met Frankrijk om de persoonsgegevens van de nummerplaten uit te wisselen en binnenkort gaan we ook een akkoord daarover afsluiten met Nederland. En tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie werd de zogenaamde cross-border-richtlijn goedgekeurd, waarbij binnen enkele jaren deze gegevensuitwisseling voor een aantal zware verkeersovertredingen in de 27 lidstaten zal mogelijk worden. Voor de bestuurders van vrachtwagens en autobussen werd het getuigschrift van vakbekwaamheid ingevoerd en de verplichting om zich bij te scholen. En daarnaast werd ook de rijopleiding voor de categorie B geëvalueerd en is het de bedoeling om daarin de nodige verbeteringen aan te brengen. Zoals u weet is de verkeersveiligheid de bevoegdheid van meerdere overheden en instanties, zowel op het federale vlak als op het gewestelijke vlak. We hebben bij gevolg de medewerking nodig van justitie en binnenlandse zaken en de gewesten zijn bevoegd voor de wegeninfrastructuur samen met de gemeenten. En daarom werd er op 11 mei van dit jaar een Staten-Generaal voor de verkeersveiligheid georganiseerd, waarop een 20-tal aanbevelingen werden geformuleerd die moeten ervoor zorgen dat tegen 2020 het aantal verkeersdoden met 50% zal dalen ten opzichte van 2010, wat concreet wil zeggen dat wij tegen dan moeten streven
naar een totaal van maximum 420 verkeersdoden op onze wegen. Deze aanbevelingen, meneer Ancio, hebben zowel betrekking op opvoeding en opleiding als op infrastructuur en technologie en op, het verkeerstoezicht en de bestraffing. Zowel vanuit de kant van Binnenlandse Zaken als de politie gaat men overgaan tot een verdubbeling van het aantal alcoholcontroles, zodat jaarlijks 1 op 5 bestuurders op alcohol zal worden gecontroleerd. Het dragen van de gordel zal ook stelselmatig worden gecontroleerd. En het aantal snelheidscontroles met automatische flitscamera's of via trajectcontrole door de gewesten zal verder blijven toenemen in Vlaanderen en in Brussel, maar ook in Wallonië zullen ze verder ingang vinden. Ik kan u verder zeggen dat justitie aan een snellere en automatische afhandeling van de verkeersboetes werkt, zodat de straffeloosheid wegens niet vervolgde verkeersovertredingen zal verminderen. Bovendien wordt gewerkt aan een centrale databank met de antecedenten van de verkeersovertreders. En zoals u dus kunt vaststellen, zijn er heel wat projecten en plannen klaar om de verkeersveiligheid drastisch te gaan verbeteren en die de komende jaren zullen worden uitgewerkt en gerealiseerd. Ze zijn er alle op gericht om tegen 2020 zeker en vast de gestelde kwantitatieve doelstellingen te bereiken met de ambitie om het zelfs nog beter te gaan doen. Totaal, meneer Ancio, het geheel van de elementen die beslist zijn en op dit ogenblik in de collimateur zitten. Dank u wel. Meneer Ancio. Dank u. Ja, ik dank de staatssecretaris voor zijn duidelijk antwoord. Laat me voor eerst heel sterk zeggen dat ik een bondgenoot ben van uw beleid en van uw streven om echt die verkeersdoden drastisch naar beneden te halen. In die zin is het juist dat de initiatieven van 2 maanden geleden, de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid, een belangrijk aspect is. Ik wil alleen ook met deze vraag blijvend aandacht vragen van de publieke opinie en van de politieke opinie, want het zijn altijd dezelfde mensen die wel met verkeersveiligheid bezig zijn, maar het lijkt alsof dat er een gewenning is gekomen in onze samenleving, ook binnen de politiek, van, oh god ja, de 800 doden per jaar, dat is de tol die we moeten betalen van onze welvaart en welstand. En daar wil ik samen met u tegen vechten. Want dat is niet zo. Dat is niet een teken van welvaart en welstand. Integendeel, dat is een teken van barbaarsheid. En het is mijn aanvoelen, maar ik kan mij natuurlijk vergissen, en misschien is het omdat ik wat ouder word, meneer de voorzitter, maar dat de agressiviteit in het verkeer echt niet is verminderd. Integendeel, dat die is toegenomen. Dat ook de verkeersregels... Kijk, ik geef een onnozel voorbeeldje, maar als je met de fiets in een stad rijdt en je pakt die voorsorteerplaatsen voor fietsers, ja, daar kijkt geen kat meer naar. Hè? Iedereen parkeert zich daarop. Op fietspaden, iedereen parkeert zich daarop. Het is onvoorstelbaar als je op de autostrade, waar dat er verkeerswerken zijn, u houdt aan de verkeerssnelheid, dan word je door camions bijna omvergereden omdat je een idioot bent die 80 rijdt. Het is onvoorstelbaar wat een toename van agressiviteit in de stad, in de gemeente, in klein wegentjes hier in Brussel. Hoor je het 's nachts wagens met 120 in duur gewoon door bewoonde kom razend alsof dat het niks is. Echt, het valt mij op hoe sterk die agressiviteit vermindert. En dan vraag ik, alsjeblieft, geef de moed niet op. Laat ons met z'n allen blijven vechten tegen die 800 verkeersdoden die er te veel zijn. De laatste vraag is van mevrouw Stevens.
Heer voorzitter, heer staatssecretaris, beste collega's. Ik wil graag even teruggrijpen op wat u daarnet heeft gezegd. Uw eerder antwoord in verband met de onleesbare nummerplaten. Ik heb vernomen deze week eigenlijk dat in de autokeuringsstations dit jaar al 26.000 automobilisten op de vingers getikt hebben omdat hun nummerplaten slecht leesbaar zijn. Omdat sommige grote boorgaten maken in hun nummerplaat. Anderen schuren de rode verf halfweg, alsof het om een gewone slijtage zou zijn. Nog andere nummerplaten zijn helemaal ingedeukt of zitten constant onder de modder. Je kan ze niet meer lezen. Nu, onleesbare nummerplaten zijn een echte plaag en ik kan me daar vreselijk aan ergeren. Zeker omdat identificatie bij flitscontroles of vluchtmisdrijf op die manier moeilijk of zelfs onmogelijk wordt gemaakt. Ik ben blij te noteren dat de autokeuringen hiertegen alsmaar strenger optreden, maar veel bestuurders rijden ook onverzekerd rond. En dat is ook een reëel probleem. En ja, mijns inziens is dit relatief gezien erger dan de onleesbare nummerplaten. Vandaar mijn vraag aan de heer staatssecretaris. Echt een heel simpele vraag. Waarom wordt bij de autokeuring ook niet nagegaan of een auto al dan niet verzekerd is? Gewoon een feitelijke vaststelling van is er een autoverzekering, ja of nee, meer niet. Nu, uit goed bron weet ik ook dat autokeuringen de verzekeringspapieren niet mogen opvragen en nakijken. Dus daarom vraag ik waarom niet? En ik ben heel benieuwd naar uw antwoord. Dank u. Vers. Meneer de voorzitter, mevrouw, mijn heren. Ik kan aan mevrouw Stevens antwoorden dat in gevolge eerdere gelijkaardige voorstellen om het verzekeringsbewijs of de zogenoemde groene kaart te laten controleren door het personeel van de autokeuring, dat dus in gevolge die vragen mijn diensten dit element reeds hebben nagegaan om te zien of daar een oplossing voor bestaat. En de conclusie is geweest dat het niet wenselijk is dat de technici van de autokeuring deze controle zouden kunnen uitvoeren. En dit om de volgende redenen. Ten eerste is het niet evident om de verzekeringstoestand van een voertuig vast te stellen. De groene kaart, of de zogenoemde groene kaart, kan vandaag nog geldig zijn, maar morgen niet meer. Er kan een betalingsachterstand zijn, zodat de groene kaart nog niet is opgestuurd, maar er toch nog een verzekering is. Bovendien is de autoverzekering tegenwoordig jaarlijks opzegbaar en het zou telkens om een momentopname gaan waarbij nog moet worden nagegaan of het inderdaad om een geval van niet-verzekering gaat. Daarnaast stelt zich ook de vraag hoe de beambte van de autokeuring moet reageren wanneer hij een niet-verzekering zou vaststellen. Het zijn geen bevoegde personen die een proces-verbaal kunnen opstellen en zij mogen evenmin een voertuig immobiliseren. Concreet kan ik benadrukken dat de niet-verzekering tegenwoordig wordt vastgesteld door de databank Veridas, die in feite de gegevens van de DIV vergelijkt met de verzekeringsgegevens die dan zelf de nodige stappen onderneemt om de niet-verzekering vast te stellen en de politie daarvan op de hoogte te brengen. En de politie beschikt tegenwoordig over de nodige informatica en apparatuur om tot een snelle opsporing bij controles mogelijk te maken. Bovendien moet ik benadrukken
dat het weinig waarschijnlijk is dat iemand die niet is verzekerd ook naar de autokeuring zou gaan. We hebben vastgesteld dat niet-verzekering en niet-keuring van de wagen meestal samengaan. En op deze wijze zou de controle van de verzekeringstoestand op de autokeuring eigenlijk een maat voor niks zijn. Derhalve meen ik te kunnen besluiten dat het niet wenselijk is om de opdrachten van de autokeuring uit te breiden om de verzekeringstoestand van het voertuig te controleren. Het is niet efficiënt en ongetwijfeld ook niet kosteneffectief. De huidige controlemechanismen daarentegen, om het niet verzekerd zijn via het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds in samenwerking met de politie, om op die manier vast te stellen en dergelijke werkwijze lijkt mij voldoende en zeker en vast een voldoende waarborg te zijn om het aantal niet verzekerde voertuigen werkelijk te gaan indijken. De politie krijgt automatisch de gegevens. Die gegevens komen van de verzekeringsmaatschappijen en de politie is in staat van meteen in te grijpen zonder dat niet bevoegden op het niveau van de technische controles daarmee moeten gelast worden. Dank u wel, mevrouw Stevens. Dank u, heer voorzitter, meneer de staatssecretaris. Ik wil toch graag u danken voor uw zeer duidelijk antwoord. Ik kan ook de redenen aanvaarden, aannemen waarom het niet aangewezen is om mensen van de autokeuring te belasten met de controle op al dan niet de verzekering van voertuigen. Dus ik heb begrepen dat het gemeenschappelijk waarborgfonds dit dus opvolgt of dus de auto al dan niet verzekerd is. Maar waarom blijft dan het probleem van onverzekerde auto's toenemen? Ik denk op dat vlak is er misschien dan een nood aan een evaluatie om die onverzekerde voertuigen eigenlijk in te dijken. Omdat ja, het is echt wel een groot probleem voor mensen die betrokken geraken in een ongeval met een auto die niet verzekerd is. De maatschappelijke schade is zeer groot en ook de persoonlijke schade, familieleed en zo. Dus daar moet zeker werk van gemaakt worden om dat probleem van onverzekerde voertuigen aan te pakken, samen met de politie en het gerecht. Dank u. Dank u wel. Mesdames et messieurs, les questions orales sont épuisées. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi modifiant le code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 90. La discussion générale est ouverte. De rapporteurs zijn mevrouw Katabi en de heer Van Lauwe, die het woord wens te nemen. Het woord krijgen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zal het kort houden. Voorzitter, collega's, het voorliggende wetsontwerp is teruggezonden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers met verschillende wijzigingen. U zal zich herinneren dat we ongeveer een kleine 2 maanden geleden hier iets over gedebatteerd hebben over de fameuze en de gekende Salduswet. Nu, de meeste wijzigingen die de Kamer in het ontwerp heeft aangebracht waren ten gevolge van het advies van de Raad van State doorgevoerd, waarin toch wel een aantal terechte opmerkingen werden geformuleerd. Met de meeste aanpassingen die in de Kamer zijn aangebracht, had de meerderheid in de Senaatscommissie Justitie geen problemen. In mijn rapport zal ik mij dan ook beperken tot de belangrijkste discussies die nog gevoerd werden en waarbij de voornaamste discussie eigenlijk gaat over de sanctie die volgt bij de niet-naleving van dus het verplichte verhoor van een verdachte. Het advies van de juridische dienst van de Senaat wees, naast enkele andere opmerkingen, op bepaalde problemen bij de formulering van de sanctie in artikel 2, paragraaf 6 van het voorliggende wetsontwerp. Volgens de juridische dienst was het onduidelijk of de sanctie wel van toepassing zou zijn op verhoren die zonder bijstand werden afgenomen. Aan deze opmerking werd door de commissie geen gevolg gegeven, omdat de Raad van State had bevestigd dat volgens die formulering de sanctie wel van toepassing is op verhoren die zonder bijstand plaatsvinden.
Een tweede opmerking in het advies van de juridische dienst over de sanctie werd wel weerhouden door de justitiecommissie. In het ontwerp dat werd overgezonden door de Kamer werd gesproken van een sanctie bij schending van welbepaalde paragrafen, met name paragraaf 2, 3 en 5 uit de wet voorlopige hechtenis. Het is echter zo dat in paragraaf 5 van het ontwerp verwezen wordt naar paragraaf 4. Immers paragraaf 5 schrijft zelf voor dat de in paragraaf 4 bedoelde schriftelijke verklaring moet worden overhandigd. Als dat niet gebeurt, dan wordt paragraaf 5 niet nageleefd en kan het niet als bewijselement dienen. Aangezien dit een schending van het gelijkheidsbeginsel inhoudt, moest hier zeker gevolg aan gegeven worden en heeft onze commissie uiteindelijk beslist om deze wijziging, dit amendement, door te voeren. Daarnaast waren een aantal leden van de commissie bezorgd over de inhoudelijke formulering van de sanctie. De bezorgdheid van bepaalde leden was dat volgens de formulering van de Kamer niet duidelijk was dat zogenaamd indirect bewijs ook niet zou gebruikt mogen worden. In de commissie is uiteindelijk een meerderheid gevonden voor een bepaalde formulering, namelijk de volgende. Tegen een persoon kan geen veroordeling worden uitgesproken die enkel gegrond is op de verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met de artikelen 2, 3 en 5, met uitsluiting van paragraaf 4, wat betreft het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of de bijstand door een advocaat tijdens het laatste verhoor. Dit lijkt dan ook een ultieme, hopelijk een laatste verbetering van de salduswet. En laten we hopen dat nog voor het reces uiteindelijk in Kamer en Senaat de salduswet definitief kan gestemd worden. Ik dank u. Dank u wel. L'ordre du jour, la parole est à Madame Defrin qui s'est inscrite. Se sont inscrits. Je veux dire de mon bord, si vous permettez, Monsieur le Président. Fait. Mais je remercie le rapporteur pour son rapport clair, précis et concis. Je partage les mêmes espoirs que lui, que les amendements, enfin l'amendement que nous avons adopté et que le projet que nous allons voter ce soir soit d'une façon ou d'une autre, l'aboutissement d'un texte sur lequel nous avons beaucoup planché dans cette Assemblée. Alors, le projet est reparti à la Chambre et a été amendé essentiellement sur deux points. D'une part, un renforcement du rôle de l'avocat et de l'assistance devant la police avec ce que j'ai appelé comme possibilité, celle du temps mort au basket, où l'avocat peut demander une suspension des auditions pendant 15 minutes. Ce n'était pas notre choix et notre option. La pratique nous démontrera si ce genre d'assistance plus effective et ce genre d'interruption au cours des auditions de police va dans le sens d'un travail sain et efficace. Ce qui a été extrêmement délicat, c'est cette définition, cette approche conceptuelle de la sanction du non-respect de ce qu'il faudra bien appeler un jour, en tout cas je l'espère, la loi Salle 12. Alors nous avions donné une première formulation au Sénat qui a été critiquée par le Conseil d'État et la Chambre a retenu la notion de preuve qui est effectivement, ça ne peut pas être retenu comme preuve, dit la formulation de la Chambre, mais qui est ce qui figure comme libellé dans le projet de directive européen. Il nous a semblé qu'il fallait améliorer ce texte et je remercie les services d'évaluation de la législation du Sénat qui nous ont fait un certain nombre de remarques importantes. Améliorer ce texte pour retrouver un point d'équilibre et nous avons choisi cette formulation de seul fondement. Donc l'audition qui aurait été ou d'une manière ou d'une autre, le non-respect du processus salle 12 qui serait enregistré aboutirait à ce que les enquêtes ne tombent pas par terre, à ce que toute la procédure ne puisse pas être recommencée et que vraiment d'autres éléments de l'enquête puissent alors venir corroborer, étayer, servir de preuve et d'intime conviction. Je pense que la solution que nous avons choisie à la Commission de la Justice est une solution sage qui permet de respecter les droits de la défense, mais qui trouve aussi cet équilibre en ce sens que
tout n'est pas remis en question, tout ne tombe pas par terre, ce qui est, je pense, une nécessité sociale et une nécessité judiciaire. Voilà, j'espère aussi que quand le projet va repartir à la Chambre, qui a le pouvoir du dernier mot, celle-ci respectera cet équilibre. On a admis que l'avocat puisse être peut-être moins pot de fleurs, moins géranium devant la police, mais qu'en contrepartie, peut-être la sanction aille dans un sens d'assouplissement qui me paraît être de nécessité pratique, pragmatique et de bon sens. Nous verrons bien ce qu'il en sera, parce que c'est vrai que nous n'avons pas le pouvoir du dernier mot, mais j'espère que la sagesse l'emportera et que ce texte pourra être effectif dès cet automne. Je vous remercie. Mevrouw Vaas heeft het woord. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Ik wil mij aansluiten bij onze commissievoorzitter, bij mevrouw De Vrenje. Namens onze fractie kan ik u zeggen dat wij inderdaad ook blij zijn met dat amendement dat wij hebben aangenomen in de commissie. Een amendement dat wij trouwens mee hebben ondertekend. En dat het moet duidelijk maken dat de bewijzen die indirect verkregen zijn uit een verhoor zonder bijstand nog wel kunnen worden gebruikt. Het kan immers niet door de beugel dat wanneer een verhoorde zonder bijstand verklaart dat hij het moordwapen ergens verstopt heeft en dat de feitelijke bewijzen zoals DNA-materiaal die op dat wapen gevonden worden niet zouden kunnen worden gebruikt. De formulering van het amendement maakt duidelijk dat enkel de verklaringen afgelegd tijdens het verhoor niet gebruikt kunnen worden. Dus wij steunen dan ook het amendement en we zullen uiteraard het wetsontwerp ook goedkeuren. La parole est à monsieur Mao. Merci madame la présidente, chers collègues. Lors du premier vote intervenu en notre assemblée, notre groupe avait souligné que le texte à l'examen n'apportait pas de réponse suffisante aux exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, jurisprudence qui est d'ailleurs constante en matière de nouveaux droits de la défense. Si l'on peut apprécier le fait que, contrairement à ce qui s'était passé au Sénat, le Conseil d'État a eu l'occasion de remettre un avis qui n'avait pas été demandé par une majorité des membres de notre commission, par une majorité du Sénat, alors que notre groupe l'avait demandé avec insistance. Donc on peut se réjouir que le Conseil d'État ait donné cet avis. Il n'en reste pas moins que les points d'achoppement que nous avions soulevés à l'époque sont restés d'actualité. Les amendements apportés à la Chambre n'ont en effet guère modifié la nature du texte qui pour nous reste inadéquat quant à plusieurs points. Un, c'est évidemment l'extension de la garde à vue. Deux, c'est la présence et le rôle de l'avocat lors des interrogatoires faits par la police. Trois, c'est la capacité d'intervention de l'avocat lors de l'interrogatoire devant le juge d'instruction et son éventuel accès au dossier. Un autre point que nous avions relevé lors du premier examen du texte visait les conséquences d'une audition faite dans le non-respect des règles SADUS, tant sur la validité du reste de la procédure que sur la protection des victimes. On comprendra aisément que nous ne sommes pas en accord, évidemment, avec les modifications apportées au texte qui nous revient de la Chambre et qui ont été votées en commission. La Chambre avait d'ailleurs estimé nécessaire de revenir sur cette question et de modifier l'alinéa 6 de l'article 47 bis proposé suite aux remarques du Conseil d'État. L'amendement a ainsi étendu la protection de la personne interrogée en énonçant clairement que les auditions effectuées en violation des dispositions des alinéas 2, 3 et 5 ne peuvent servir d'éléments de preuve aux fins d'une condamnation de la personne interrogée, là où le texte précédemment voté par le Sénat nuançait cette règle en indiquant que cette même audition ne pouvait être utilisée de manière exclusive ou déterminante pour fonder la dite condamnation.
La proposition d'amendement déposée en seconde lecture au Sénat par le SPA, visant à supprimer purement et simplement ce paragraphe 6, ne pouvait être suivie car elle aurait eu pour effet de faire obstacle aux règles nouvellement imposées, largement suggérées par la jurisprudence Salduge. Nous en sommes exprimés d'ailleurs à cet égard en commission. Alors l'amendement qui a été déposé ensuite à l'initiative de M. Delperré et d'autres d'ailleurs, nous semble également restreindre la solution définie par la Chambre, en sorte que nous n'avons pu suivre cette option. Enfin, nous avions déjà soulevé à plusieurs reprises la question budgétaire. Celle-ci reste d'actualité. Je pense d'ailleurs que certains membres de notre commission, de la commission de la justice, n'ont pas manqué d'interroger à plusieurs reprises, d'ailleurs, le ministre de la Justice à cet égard. Et donc, nous ne pouvons que prendre acte de déclaration du ministre. D'une part, il s'est engagé à revoir l'arrêté ministériel du 5 juin 2008, fixant la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou complètement gratuite. Et deux, à ce qu'un budget séparé soit dégagé pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2011 jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue pour le 1er octobre 2011, si évidemment l'itinéraire parlementaire de ce projet de loi suit son cours, celui que nous souhaitons. Il va de soi que nous resterons particulièrement attentifs à ces engagements budgétaires. Enfin, il a été évoqué à plusieurs reprises au cours des débats que la loi, appelons-la la loi Salduge, devrait faire l'objet d'une évaluation après une année d'application. Nous ne manquerons pas, évidemment, de demander une évaluation, laquelle devrait permettre de vérifier que les droits de la défense nouvellement créés par la Cour européenne des droits de l'homme ont été pleinement respectés, ceux-ci constituant la garantie première d'un procès équitable déterminant évidemment dans une démocratie. L'ensemble de ces éléments explique évidemment que la position de notre groupe n'a pas varié par rapport au premier examen que nous avions fait sur la proposition de loi et donc que nous nous abstiendrons. La parole est à Monsieur Courtois. Je vous remercie, Monsieur le Président. Eh bien, pour paraphraser Monsieur Mahou, ma position non plus n'a pas varié depuis la dernière discussion que nous avons eue déjà à cette tribune. Entre-temps, donc ça ne sert à rien de lire les avis du Conseil d'État. Entre-temps, je voulais quand même remercier et féliciter la Commission de la Justice pour le travail qui a été accompli. Néanmoins, vous connaissez mon point de vue depuis le départ. Je pense que depuis le départ, j'avais été extrêmement clair sur un certain nombre de remarques sur le projet. C'était à quel moment la fameuse audition doit-elle intervenir. J'avais toujours estimé que c'était au moment du passage devant le magistrat instructeur, éventuellement du procureur du roi. Bien, mais j'ai constaté que d'autres points de vue s'étaient dégagés, donc je prends acte de la situation. Je reste néanmoins, mes chers collègues, extrêmement perplexe sur un certain nombre de points. Je reste perplexe sur le fameux temps mort, on a cité tout à l'heure le temps mort basket ou le temps mort hockey, ce fameux temps mort où quelqu'un passe du statut de témoin à inculpé.
comment ça va se passer d'une manière pratique, d'une manière extrêmement pratique, ça reste quand même toujours un point d'interrogation. Je reste perplexe sur la divulgation de certains éléments du dossier. Qu'on le veuille ou non, les secrets de l'instruction, les secrets des auditions, le caractère confidentiel de tout cela, je reste extrêmement perplexe sur la divulgation d'éléments du dossier qui peuvent être préjudiciables à l'enquête. Je reste encore perplexe sur le risque pour la police et pour les forces de l'ordre d'exécuter correctement leur travail. Il y a, qu'on le veuille ou non, une autre procédure qui devrait être mise en place, une autre façon de travailler qui peut être préjudiciable, encore une fois, à l'enquête, et notamment qui modifie complètement le canevas de certaines auditions ou de certains travaux d'enquête des forces de l'ordre. Et je ne dois pas vous rappeler l'ensemble des dispositions, des textes, des lettres, des documents, des dossiers qui ont été remis par les organisations syndicales des corps de police. Bref, beaucoup de perplexité. Et aussi beaucoup de perplexité, on y a déjà fait allusion, sur la praticabilité, qu'on le veuille ou non, Monsieur le Ministre, sur la praticabilité de cette législation. Et je pense, même si on devra faire une évaluation, elle ne sera peut-être pas dans le même sens que celle que vous voulez, mais en tous les cas, après un an, je suis entièrement d'accord de faire une évaluation, parce que je reste convaincu que nous aurons à faire un temps mort à un moment donné, aussi dans le cas de la praticabilité de cette législation, qu'on devra voir comment tout ça va se passer, et je suis convaincu qu'on va devoir remettre un certain nombre de points sur les i. Alors bien sûr, il y a eu des avancées, M. Delperré vient d'y faire allusion, c'est exact, et je reconnais que le Conseil d'État et l'avis du Conseil d'État a été sur ce point, je dirais, assez favorable, hein, sur la fameuse idée de prolongation par ordonnance du délai de 24 heures à 48 heures. Bon, vous savez que c'était pour moi un élément indispensable, non pas que l'on parlait du problème de 48 heures, spécialement 48 heures, mais uniquement pour la praticabilité de toute cette législation. N'est-ce pas? On est déjà dans 9 cas sur 10, à la limite souvent, du délai pour dresser les mandats d'arrêt, on allait encore faire en sorte que ce soit encore plus compliqué. Donc sur ce point-là, je suis assez satisfait. Point de départ de l'audition, j'y ai déjà fait allusion, ok, je reste perplexe quant à cela, et puis, bien sûr, toute la problématique du non-respect, on y a fait allusion tout à l'heure, du non-respect du droit à l'assistance. Mais, Monsieur le Ministre, ceci étant dit, la plus grande interrogation reste bien sûr, à mes yeux, les moyens qui vont devoir être mis en œuvre. Alors, Monsieur le Ministre, vous êtes vous-même extrêmement souvent présent dans le cadre de la Commission de la Justice quand il y a des auditions de personnes qui ne cessent de demander depuis des semaines, depuis des mois, des moyens supplémentaires. Chaque fois qu'il y a une audition d'un service, on demande des moyens complémentaires. Encore, nous avons eu hier l'audition du procureur fédéral qui, à un moment donné, je l'avoue que je l'avais un petit peu poussé à cela, a dû concéder qu'il manquait d'un certain nombre de moyens. Pas seulement en personnel, toujours de moyens techniques pour pouvoir procéder aux tâches élémentaires des missions et des compétences conférées. Depuis des semaines, on constate qu'il y a donc quand même un certain nombre de problématiques. On va en citer une seule sur laquelle moi je suis particulièrement attentif, c'est l'informatisation de la justice. Vous savez, nous sommes en train d'entendre en commission d'une manière pas tellement rapprochée, mais j'espère que ça va se passer,
l'actuel président du comité de direction du SPF Justice, et je m'interroge toujours sur cette informatisation, sur le projet Phoenix. Vous n'y êtes pour rien, monsieur le ministre, ça remonte, n'est-ce pas, j'allais presque dire au calendrier grec, même si c'est encore plus mal vu. N'est-ce pas, c'est vraiment le monstre du Loch Ness en matière de l'appareil judiciaire. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier? Quelles sont les sommes qui ont été dépensées, etc. Et puis, c'est quand même un élément clé du dispositif. Vous y avez fait encore allusion tout à l'heure dans le cadre des dépenses judiciaires qui ont explosé. Paraît-il, nous en aurons une discussion là-dessus. Mais informatisation, dépenses judiciaires qui explosent. Donc, vous constatez comme moi que tout ça, c'est très bien, mais les moyens ne sont pas là, à l'heure actuelle. Et donc, tout d'un coup, on va trouver aujourd'hui et on va estimer une somme entre 30 et 50 millions d'euros pour l'aide juridique. C'est à cela, monsieur le ministre, que je reste fidèle à ce que j'ai déjà dit précédemment. S'il y a, d'après moi, un euro qui doit être dépensé pour l'aide juridique, il faut un euro dépensé pour les moyens de l'appareil judiciaire. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et s'il y a un accord qui semble avoir été conclu avec les responsables des barreaux, d'ailleurs un accord, j'aimerais bien que vous nous disiez tout à l'heure la portée de cet accord, parce que je lis qu'il y a un accord avec les représentants des barreaux, peut-être que vous en expliquerez, mais s'il y a un accord, je pense qu'il faudra faire une évaluation aussi des moyens de l'appareil judiciaire les plus urgents, que vous évaluerez vous-même, quel est le plus urgent, et que donc dans cette évaluation la plus urgente, on puisse déterminer aussi les euros nécessaires à l'exécution de la bonne justice. Donc, je reste extrêmement perplexe sur un certain nombre de points dans la législation qui va être votée par cette Chambre. Je reste extrêmement perplexe quant à la praticabilité elle-même de la législation. Je reste attentif aux moyens qui seront donnés et à l'appareil judiciaire et à l'ordre des barreaux pour l'assistance juridique. Et je répète que l'un ne va pas sans l'autre et que ceci, effectivement, méritera une évaluation bien précise de ce qui sera mis en place dans les mois qui viennent. C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je m'abstiendrai tout à l'heure lors du vote. Je vous remercie. Merci beaucoup. Het woord is aan mevrouw De Bettine. Dank u, voorzitter, meneer de minister, collega's. Na stemming hier in de plenaire zitting van de Senaat in maart heeft de Kamer over het wetsvoorstel Saldus advies gevraagd aan de Raad van State, waaruit verschillende bemerkingen gekomen zijn die ook door de Kamer in amendementen zijn omgezet. Onze fractie kan de meerderheid van die amendementen die de wettekst zeker verbeteren onderschrijven. Eén probleem stelde zich ons inziens wel met de omschrijving van de sanctie voor het geval de verdachte geen bijstand kreeg van een advocaat of waar deze bijstand niet volgens de wettelijk omschreven procedure gebeurde. De Kamer nam hierin een radicaal standpunt in en stelde dat het verhoor niet als bewijs kon worden gebruikt à charge ten aanzien van de verdachte. De sanctie is echter zeer algemeen opgesteld en daardoor ontstond er twijfel of ook de afgeleide bewijsmiddelen onder deze sanctie vallen. Bijvoorbeeld wanneer de dader tijdens het verhoor aanduidt waar het eventuele moordwapen of het lijk zou liggen, kunnen sporen die op het wapen en het lichaam zouden gevonden worden dan nog als bewijs worden gebruikt? Vraagteken. In de commissie stelden sommigen dat dit nog mogelijk was, met onder meer een verwijzing naar het arrest Gefgen tegen Duitsland van het Europees Hof, waarbij onrechtmatig verkregen bewijs, na foltering weliswaar verkregen, toch toegelaten werd, maar in deze zaak ging het dan ook om zeer ernstige feiten. Toch bleef de tekst van de zesde paragraaf van artikel 47 bis van het wetboek van strafvordering, zoals de Kamer voorschrijft, onduidelijk, ons inziens, wat betreft het draagwijdte van de bepaling
En ik citeer dat het verhoor in strijd met de bepalingen van de paragrafen 2, 3 en 5 zijn afgenomen, zonder voorafgaand overleg of bijstand door een advocaat tijdens het verhoor, niet als bewijselement kan dienen voor een veroordeling van de verhoorde persoon. Slaat dit enkel over de woordelijke verklaringen? Slaat dit ook over de bewijzen die gevonden worden op basis van de verklaringen? Het wetsontwerp biedt hieromtrent geen zekerheid. Het lijkt voor onze fractie niet verstandig de discussie over de geldigheid van het bewijs te laten voeren in de laatste fase voor de rechtbank, waar de vormfout mogelijk niet meer kan worden rechtgezet. Bovendien is de tekst niet duidelijk voor wat betreft het evenwicht tussen de zwaarte van de vormfout en de gevolgen die daaraan moeten worden gegeven. Leidt de kleinste vormfout ten aanzien van de voorgeschreven procedure tot een absolute uitsluiting van het bewijs, ook al is het doel van de wet met name de bijstand door een advocaat verzekerd? Vraagteken. Om deze vragen weg te werken, heeft de Commissie Justitie zich inspirerend op de Franse wetgeving een amendement aangenomen waardoor, en ik citeer, tegen een persoon geen veroordeling kan worden uitgesproken die enkel gegrond is op de verklaringen die hij of zij heeft afgelegd in strijd met de bepaling van de paragrafen 2, 3, 5 met uitsluiting van paragraaf 4 wat betreft het voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg of bijstand door een advocaat tijdens het verhoor. Dit is het artikel dat we nu hebben aangenomen. Deze formulering lijkt wel een effectieve bescherming in te houden, ons inziens. Het verhoor mag niet als enige bewijsmiddel dienen voor de veroordeling, zonder dat alles wat eruit volgt als bewijs moet worden uitgesloten. Als de verklaringen gestraft kunnen worden door andere materiële bewijzen weliswaar, zal de verhoorde persoon kunnen worden veroordeeld. Hiermee wensen we te vermijden dat lichte procedurefouten zouden leiden tot het uitsluiten van alle bewijsmiddelen die uit het verhoor zijn afgenomen. Door het aannemen van dit amendement vervult de Senaat zijn grondwettelijke rol, namelijk de reflectie over de gevolgen die een bepaalde wettekst met zich mee kan brengen, door ons te inspireren op de Franse wetgeving, dat de toets van het Frans grondwettelijk hof heeft doorstaan, dat onderstreep ik toch, denken we dat op een voldoende wijze invulling is gegeven aan de rechten van de verdediging, zoals bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Ik dank u. Dank u wel, mevrouw. Ik ga koken, kijk je dan aan de parole. Vraagt er nog iemand het woord? Meneer de minister. Dank u, voorzitter. Misschien heel kort, omdat een aantal bemerkingen gemaakt zijn in verband met de kosten. Laat me vooraf zeggen dat ik waardeer dat het ook in de Senaat opnieuw het saldusdossier besproken wordt en dat het hopelijk vandaag ook hier wordt gestemd. Maar in verband met de kosten waar ik nu voor moet instaan, is het zo dat er twee methodieken zijn ontwikkeld. Enerzijds wordt ook nog deze week een vergadering nu georganiseerd tussen alle actoren van de justitie, waarbij het Openbaar Ministerie, de politie, de onderzoeksrechters, de advocatuur en iedereen rond de tafel komt om nu precies op basis van de vastgelegde wetgeving te kijken welke inspanningen moeten gedaan worden op alle mogelijke vlakken, hè? Dus organisatorisch, logistiek, infrastructureel, etc. Dus dit is een bespreking die nu verder gezet wordt. En ten tweede is er een bespreking, en u vraagt naar de stand van zaken daarvan, specifiek met de advocatuur over dus de tweede lijns bijstand, rechtsbijstand. Ik heb met OVB en OBFG inderdaad twee gesprekken gehad. Eén op de dag van de betoging en ook op 30 juni laatstleden. Ik heb gezegd dat wij uiteraard tegen 1 oktober een nieuwe aangepaste wetgeving moeten hebben. Het KB moet aangepast worden om de prestaties in functie van de wet nu aan te passen voor de toekomst. Wij engageren ons daarop. Voor het verleden heb ik gezegd dat ik meer informatie wil van hen, maar dat voorlopig tussen brackets blijft. Maar ik heb mij geëngageerd om bij de regering te bepleiten dat alle prestaties van de advocaten vanaf 1 juli nu zullen worden gehonoreerd, omdat ik denk dat de wetgeving nu dermate vergevorderd is dat tussen 1 juli en 1 oktober de prestaties wel degelijk moeten geleverd worden en dat de regering zich moet engageren om deze prestaties te honoreren. Dit is de stand van zaken, dus ik doe nu al het nodige om ook binnen de regering alle budgetten beschikbaar te krijgen. En dat was ook zo afgesproken, is ook toegezegd geworden, zodanig dat zal dus onmiddellijk operationeel kan worden. Dank u wel. Als er niemand het woord vraagt, dan is daarmee de algemene bespreking gesloten. Daar zullen we straks overgaan tot de stemming. L'agenda appelle alors la proposition de résolution en vue de la reconnaissance du Sud-Soudan par la Belgique. Verslaggever is de heer Bert Lansjo, die verwijst naar zijn verslag, neem ik aan. Ja. Er zijn twee meldingen.
woordmeldingen. Dat is van de heer Van Lauw en madame Tielmans. Is er nog andere personen die desirent prendre la parole à ce sujet? Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Van Lauw. Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, deze resolutie werd door onze fractie ingediend en met name door, onder meer door collega Ide, die destijds als hulpverlener, als arts gewerkt heeft in Sudan en de situatie dan ook bijzonder goed kent. Collega's, zoals iedereen wel weet, zal op komende zaterdag 9 juli Zuid-Sudan zich afscheiden van de staat Sudan en wordt dit vermoedelijk het 193ste land op deze aardbol. In Europa hebben het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Duitsland al toegezegd om deze nieuwe staat te erkennen, maar ook reeds andere toch wel heel belangrijke staten, zoals de Verenigde Staten van Amerika, Rusland en China. Voor 20 miljoen Zuid-Soedanezen zal 9 juli de nieuwe nationale feestdag worden. En betekent dat een nieuwe hoop en een nieuwe start, een nieuwe toekomst na een decennia lange ontvoogdingsstrijd die werd gekenmerkt door bloedige burgeroorlogen. Ik ben tevreden dat het resultaat van het referendum dat in januari werd gehouden en waarbij dus 99% van de bevolking zich heeft uitgesproken voor een autonome en onafhankelijke staat, dat dit resultaat werd erkend door de hoofdstad van Sudan, door Khartoum. President al-Bashir, niet direct een democraat, maar hij wel degelijk een dictator, heeft begrepen dat het geen nut heeft om opnieuw een front te openen in het zuiden van het land, omdat dit Sudan verder in een internationaal isolement zal duwen en de nog overblijvende handelspartners zal afschrikken, niet in het minst China. Ondanks het uitblijven van een burgeroorlog in het zuiden van Sudan is er sinds het referendum wel degelijk veel bloed gevloeid en is er jammer genoeg nog gevochten. In de Zuid-Kordofan, dat is een regio ten noorden van de scheidingslijn die nog rebelleert tegen de centrale staat Khartoum, zijn er sinds begin juni meer dan 70.000 mensen op de vlucht geslaan. Er zijn vele honderden doden gevallen. Volgens de VN probeert Khartoum ook hier een etnische zuivering te voeren tegen Nuba-volkeren, dat zijn zwart-Afrikanen die niet moslim zijn en die dus eigenlijk niet behoren tot Noord-Sudan. In de oliestad Abyei zijn sinds mei jammer genoeg honderden doden gevallen en meer dan 20.000 mensen zijn op de vlucht geslaan nadat de stad werd ingenomen door de noordelijke troepen, het noordelijke leger van president al-Bashir. 20 juni werd een door de Afrikaanse Unie onderhandeld vredesverdrag, getekend in Addis Abeba, namelijk dus een vredesverdrag heel specifiek in verband met Abyei, waarin beide partijen Noord- en Zuid-Soedan overeenkomen de grensregio van Abyei te demilitariseren. Ondertussen heeft de VN-veiligheidsraad het groene licht gegeven aan een missie van 4.200 Ethiopische soldaten die in de gecontesteerde centrale grensregio, dus rond Abyei, de rust zullen moeten bewaren. Critici waarschuwen echter voor de niet-naleving van het akkoord en wijzen op het beperkte mandaat van de nieuwe VN-missie dat in vergelijking met UNMIS louter kan waarnemen, maar ook niet meer. Het mandaat van UNMIS, van de UNMIS-missie loopt af op de dag dat Zuid-Soedan de onafhankelijkheid verkrijgt, dus op 9 juli eerstkomende. Khartoum wil van een verlenging van UNMIS niet weten en houdt vol dat het perfect in staat is om de grensregio te controleren. Er bestaat nog steeds een groot gevaar voor een nieuwe burgeroorlog. We mogen dat niet vergeten. Vele regio's in Soedan bevinden zich in een precaire toestand en wij hebben verder nood aan ondersteuning voor een vreedzame oplossing. Er blijven veel vluchtelingen, er blijft veel armoede, er blijft wel degelijk hongersnood, zoals we de voorbije dagen in het nieuws hebben gezien. Deze resolutie vraagt daarom expliciet om de fundamentele vrijheden van de inwoners van Zuid-Soedan te vrijwaren. Vraagt eveneens dat de Afrikaanse Unie de volle steun zou verlenen bij vredesoperaties in Zuid-Soedan, dat ook diplomatieke betrekkingen worden aangeknoopt met de Republiek van Zuid-Soedan, zowel vanuit België als vanuit de Europese Unie. Het mandaat ook van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie
Rosalind Marzin zou best verlengd worden tot het einde van het jaar om de eerste maanden van het bestaan van Zuid-Soedan passend te begeleiden als vertegenwoordiger van de Europese Unie ter plaatse. Van zodra het mogelijk is, moet de ontslagnemende federale regering, en we weten sinds enkele dagen dat die ontslagnemende regering dat wel degelijk kan, ook daadwerkelijk overgaan tot de erkenning van Zuid-Soedan, weliswaar uiteraard in overleg met Europese partners. Een mandaat van het parlement is hiervoor eigenlijk niet nodig. Met deze resolutie is alvast de eerste stap gezet om het debat hieromtrent te openen. De commissieleden van de Commissie Buitenlandse Aangelegenheden zijn zich bewust van de noodzaak van de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan en hebben deze resolutie dan ook op belangrijke punten via amendementen verbeterd. Ik wil daarom ook de commissieleden bedanken die met hun amendementen de resolutie meer waarde hebben gegeven en ik hoop dan ook dat zij hier in plenaire zitting de steun krijgt van deze Senaat. Dank u wel. Dank u wel. La parole est à madame Tilmans. Monsieur le Président, chers collègues, le référendum organisé au mois de janvier dernier a permis à la population du Sud-Soudan de se prononcer sur son avenir. Elle l'a fait à 99% des votants. Elle a décidé de se séparer du Soudan et devenir ce 9 juillet un nouvel État membre des Nations Unies, le 54e État africain. La naissance d'un nouvel État aujourd'hui, il est clair, n'est pas quelque chose d'anodin. La création de ce nouvel État et sa reconnaissance par la communauté internationale, dont la Belgique, et la résolution que notre groupe MR approuve, est incontestablement un pari sur l'avenir et impose à cette communauté internationale de prendre ses responsabilités. Car soyons clairs, reconnaître le Sud-Soudan sans une aide internationale massive, tant financière que technique, sans une implication déterminée sur le plan de la sécurité, n'entraînera que malheur et souffrance pour les populations civiles de ce nouveau pays. Rappelons brièvement cinq faits. Le premier, pour la première fois, excepté l'Érythrée en 1993, le sacro-saint principe de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation en Afrique est remis en cause. Ce précédent risque-t-il de se muer en exemple? Deuxième fait, une nouvelle opération des Nations Unies doit être mise en place, un vote au Conseil de sécurité étant attendu cette semaine même. Il s'agira de mettre un terme aux affrontements violents récurrents entre différents groupes ethniques au Sud-Soudan et entre l'Armée populaire de libération du Soudan et les milices rebelles. Troisième fait, plus ou moins 2 millions de sudistes sont bloqués au nord du Soudan dans des conditions plus que difficile, alors qu'ils cherchent un moyen pour rentrer chez eux. Quatrième fait, le Programme alimentaire mondial a récemment distribué des denrées alimentaires à 900 000 personnes dans le Sud. Si la paix est importante pour maintenir la sécurité alimentaire, il est clair que le Sud-Soudan n'est pas autonome sur ce point. Cinquième fait, la situation à Abyei s'est profondément détériorée depuis que les forces armées soudanaises se sont emparées de la ville et ses environs. Et le futur statut d'Abyei, riche en ressources pétrolières, doit être déterminé par des négociations entre les parties d'une manière conforme à l'accord de paix global et bien entendu non par des actions unilatérales de l'une ou l'autre partie. D'ailleurs, cette question a été traitée par la résolution 1990 du Conseil de sécurité qui crée une force chargée de contrôler et vérifier la démilitarisation de la zone. Alors, chers collègues, ces faits démontrent certainement la fragilité du nouvel État et les défis sécuritaires qui l'entourent. Bien que le Sud-Soudan produise environ les trois quarts des 470 000 barils de pétrole quotidien du Soudan, l'industrie pétrolière a toujours été gérée par le Nord, où se trouvent les infrastructures les plus importantes. Khartoum menace d'interdire à ces infrastructures pétrolières après le 9 juillet, à moins qu'un accord ne soit conclu sur le prix de l'allocation de la raffinerie.
Or, si les deux pays ont besoin des ressources financières issues de cette exploitation, la rente pétrolière pourrait asseoir une mauvaise gouvernance, évidemment, et le maintien d'institutions juridico-économiques défaillantes qui empêcheront le développement des régions les plus sous-développées de la planète. Le Sud-Soudan, et j'en termine par là, c'est aussi 85% d'adultes analphabètes, moins de 50 km de routes goudronnées et un système sanitaire pratiquement inexistant. Si la situation globale de la sécurité alimentaire s'est considérablement améliorée en 2010 par rapport à l'année précédente, la hausse des prix alimentaires est un problème et elle est due à la déduction des flux commerciaux et le retour des rapatriés qui menacent les progrès accomplis. En d'autres termes, chers collègues, vous l'aurez compris, l'indépendance du Sud-Soudan est certes acquise sur le plan juridique et nous devons la soutenir, mais elle est loin d'être construite malheureusement dans les faits. Si la communauté internationale n'intervient pas de façon coordonnée, nous serons rapidement face à un non-État et à un drame humanitaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Zviel a demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, permettez-moi de le faire de ma place. C'est une simple remarque. En rapport avec la résolution dont nous débattons, et je remercie ma collègue pour sa présentation, je voudrais simplement souligner qu'il y a une situation tout à fait particulière pour laquelle nous demandons une attention, qui est la situation au sud kordofan, et plus particulièrement sur une ethnie qui fait l'objet d'agressions, et cette ethnie est l'ethnie des Nubas. C'est une population qui se trouve donc à la limite de la frontière et sur lesquelles, malheureusement, nous n'avons pas pu mentionner quoi que ce soit dans le texte, mais je pense qu'il était important de le signaler ici. Merci. Merci beaucoup. Vraagt er nog iemand het woord? Als dat niet het geval is, dan is de bespreking gesloten en gaan we direct overgaan tot de stemming. De lijst met in overweging te nemen voorstellen is rondgedeeld. Zijn daar opmerkingen over? Si tel n'est pas le cas, la liste est adoptée et nous procédons maintenant au vote sur le projet de loi modifiant le code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990. La soi-disant loi Saldus. Veuillez émettre votre vote. Veuillez vérifier si vous avez voté comme vous le voulez. Dan wordt de stemming hier afgesloten. Het wetsontwerp is aangenomen met 31 stemmen voor, 7 tegen en 17 onthoudingen en zal aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden overgezonden. Graag de collega's, al voor zover te gaan tot de laatste stemming van de dag, wil ik u mededelen dat het bureau besloten heeft dat wij volgende week een gewone zitting zullen hebben op donderdag, maar dat we de week daarop alle commissiewerkzaamheden zullen stopzetten de 19e juli en dat wij een vergadering zullen hebben van het plenum alleen voor wetgevend werk, dus niet voor vragen, de 20e 's morgens om 10 uur met voortzetting mogelijk. Daarmee bent u al op de hoogte, kan u alleen een ander plannen. Nous procédons donc sur la proposition de résolution en vue de la reconnaissance du Sud-Soudan par la Belgique. Ik gelief uw stem uit te brengen. Lieve na te gaan of u gestemd hebt. De stemming wordt afgesloten. De resolutie is bij eenparigheid aangenomen. Ze zal worden overgezonden aan de eerste minister en aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. Ik dank u en wens u nog een goede avond.